Ja, hallo allemaal. Welkom. Met jullie. Leuk dat jullie er allemaal zijn met zoveel. Mijn naam is Femke. Jullie kunnen mij misschien kennen van de DWD Klaslokaal video's, waarin ik uitleg geef over hoe je bestanden ontwerpt, over hoe het drukken gaat bij ons, verschillen tussen RGB en CMYK, dat soort dingen. Van harte welkom. En mijn collega Tanja die zal nog eventjes wat huisregels uitleggen voordat we naar Peter gaan. Yes, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Tanja Rutjes. Ik organiseer evenementen, meestal hier in huis. En daar ontvangen we jullie dan ook graag. Maar ja, helaas nu online. Maar ja, dat betekent ook dat we veel meer mensen uit kunnen nodigen. En dat ook hebben gedaan. Er zijn heel veel inschrijvingen geweest en jullie zijn er gelukkig bij. Dus dat is echt superleuk. Jullie hoeven in principe niks bij de hand te hebben. Behalve lekker gewoon meekijken en vragen stellen in de chat. Want op morgen ontvang je de opname in je mailbox. Dus dat is heel fijn om na te kijken. En zoals ik al zei, zoveel mogelijk vragen stellen in de chat. Femke probeert die te beantwoorden. Femke stelt die dan ook aan Peter op het moment dat Peter daar de tijd voor neemt. Zodat het in ieder geval zoveel mogelijk gestroomlijnd gaat in deze grote groep. Peter, ik geef graag het woord aan jou. Je staat nog op mute, Peter. Dat zal een goed begin. Dankjewel. Ik zei, dankjewel Tanja en Femke. 143 mensen, dat past nooit op onze parkeerplek normaal in Deventer. Dus het komt goed uit dat jullie allemaal online zijn. Van harte welkom ook namens mij. Ik zal me even netjes voorstellen zoals het hoort. Zal ik even mijn slide starten. En oh ja, ik doe altijd dingen fout met sharen en sliden en muten. Dus Femke houdt het goed in de gaten. En als je vragen hebt, Femke zei het ook al en Tanja ook al, zet het in de chat. Zij spitten dat voor mij uit, want ik ga dat niet in drie ogen tegelijk kijken. Dat gaat niet lukken. Dus in de pauze dan hebben we even ruggespraak. Dan gaan we kijken, van, dat was een moeilijke vraag. Ja, die gaan we samen even doen. Dus aan het eind van ieder blokje voor de pauze vlak na en ook het eind van de sessie gaan we wat van die vragen beantwoorden. En ook een paar vragen die via de mail zijn gekomen, die krijgen een beetje voorrang. Dus stel een heel belangrijke, dringende vraag. En dan misschien dat het wel aan bod komt. Ik ga mijn scherm delen. En dan ga ik het even in mijn slides eerst doen. Dan even een nette aftrap. Even netjes beginnen zo. Als het goed is, zien jullie nu iets oranje op het scherm. Nogal heel erg oranje. De slide. Ja, Adobe Illustrator is vandaag aan bod. Het programma dat al behoorlijk lang bestaat. Het oudste programma van Adobe. Behoorlijk lang al dus. En we gaan daarvan een aantal dingen bekijken. Een aantal nieuwe dingen bekijken. Te weten uit de versies die er al zijn geweest. Versie 2020 en 2021. We hebben ook al eerder masterclasses en opfrisclasses gehad en zo. Dan hebben we dus de vorige versies behandeld. 2016, 17, 18, 19. En nu zitten we inmiddels in 2020 en 2021. Dus hebben we twee jaartjes in te halen aan noviteiten in deze software. Illustrator versie 2020. Het is versie nummer 34 of zo, als je het goed telt. Het heet dan CC 2000 zoveel. Maar het is echt een hele oude versie al. Of oud, al een heel veel versies. Ik denk als er zoveel versies zijn geweest, als je zo vaak je huis vernieuwt, dat je lang een keertje de boel moet gaan slopen volgens mij. Na zoveel versies moet je een keertje zeggen, ik begin helemaal opnieuw. Nee, Adobe gaat vrolijk door met die versies. Dus het blijft lekker doortellen. Tot weet ik hoe ver. Tot heel erg lang. Ik zal me even netjes voorstellen trouwens. Voor degenen die me niet kennen. Peter Villevoix, moeilijke achternaam. Vanille Vla is ook goed. Maak er maar wat leuks van. Johanna en de weekenden. En ik ben een zogenaamde certified docent in Adobe zaken. Illustrator, Photoshop en InDesign. Dus al die graafse zaken zijn me ook al 30 jaar lang vertrouwd. En twee nieuwe programma's doe ik ook sinds kort. Dimension. Als het even lukt gaan we dan zelfs even naar kijken naar Dimension. Dat is om verpakkingen en 3D dingen te gaan ontwerpen. En dat lijkt wel eens goed om daar even aan te ruiken. De sessie gaat over Illustrator. Maar als we tijd hebben probeer ik daar even wat bij te stoppen. Dus niet langer gedraald. Ga snel door. En weer een minuutje langer voor Dimension straks. Ja, en Adobe XD, dat is voor web en app design. Dat is iets heel anders. Dan gaan we echt puur digitaal. En dan zou je ook van Norman Nielsen goed moeten gaan horen. Wat Adobe is voor de grafische sector. Dat is Norman Nielsen een beetje voor de web en app design sector. Voor UX design en UI design. Voor de mensen die er ook mee te maken hebben. Er zitten best wel veel ontwerpers hier bij ons vandaag. Dus ik denk dat die ook allemaal wel een keertje de vraag krijgen van, goh, kun je ook een website maken? Nou, daar is ook kennis en tools en gedachtegangen van nodig. Dus dan kun je bij Norman Nielsen goed terecht. Of bij mij, doe ik ook. Krijg je het Nederlandstalig makkelijker. Maar ik wil eerst even starten
Met een mededeling die misschien een beetje raar van aard is. Het is vandaag bovendien dodenherdenking. Ja, dit is een belangrijke dag. Maar er is een andere persoon overleden, een week of anderhalf geleden. En dat is niet helemaal zo bijzonder, of niet helemaal zo heel bijzonder juist. Ik vind het altijd moeilijk om zoiets aan te kondigen. Dit is de man die Illustrator bedacht heeft. Dus dit is meneer Charles Geske. Een van de twee oprichters van Adobe. En hij is helaas een anderhalve week overleden. En dat, je ziet hier zelfs nog het eerste vers van Illustrator demonstreren met een kleurenprintje. En op de achtergrond zie je een scherm met het allereerste Adobe Illustrator voorbeeld. Hij heeft aan de wieg gestaan van die software van Adobe, van de Poolse taal. Hij heeft aan de wieg gestaan van de software van Illustrator. En samen met zijn compaan, meneer John Warnock, hebben ze Adobe tot het grote bedrijf gebracht wat het nu is. Je ziet het hoe dat is gegaan in beginjaren. Hoe ze in een klein kantoortje, laboratoriumachtige ding met helemaal printeropstellingen en rips en weet ik wel allemaal. Moest het raster image processors, allemaal apparatuur. Hebben zij dus de PostScriptaal bedacht. En om de PostScriptaal te testen, hebben ze een programma gemaakt. En dat is Illustrator. En toen zei meneer Geske, dat is best leuke software, die testsoftware. Volgens mij kunnen we dat gaan verkopen. Dus dat is Illustrator versie 1. Dus eigenlijk is Illustrator begonnen als een testprogramma voor de PostScriptaal. En dat is wel grappig dat zo gebeurt. Je ziet hem daar, hij staat dus steeds aan de linkerkant. Ik weet niet of dat een afspraakkant is. Nou nee, daar op de foto rechtsboven staat hij dus zit hij aan de rechterkant. Links onderaan zie je ze dus ook weer met z'n tweeën samen. Rechts onderaan zie je hun staan samen met Steve Jobs. Die ook de eerste aandelen in Apple in Adobe nam. En zei van, ik ga met jullie die laserprinter maken. Ik vind de PostScriptaal geweldig. En dat, de rest is historie, dat weten. Daarna kwam 35 jaar lang de DTP-revolutie. En nog steeds maken we spullen met de software van toen. Nog steeds is dat bezig. Dus meneer Geske, helaas, hij is ons ontgaan. Hij is overleden een week of wat geleden. Een man wiens visie ervoor heeft gezorgd dat één merk en één technologie een hele industrie ging domineren. En op een goedhartige en constructieve wijze. Het waren echt twee goede mensen. Ik heb hem persoonlijk heel kort een keertje gesproken tijdens een Adobe Max. En het was een hele aardige vent, voor zover ik weet. Maar ook als je erover leest, dan zijn twee mensen die aan de goede kant van de gedachte gaan staan. Dus helaas. Niettemin, Adobe leeft voort. En in Adobe software vinden we nog steeds de geest van meneer Geske terug. Dat het een vulpennetje is, dat het een pentool is, dat heeft hij bedacht. Wie heeft nou een pentool bedacht? Wie doet nou een vulpen? Hij zei, we tekenen niet in Illustrator, we schrijven eigenlijk PostScript. Vandaar dat het een vulpen is. Want het is een mooi gereedschap om mee te schrijven. En het is een mooi gereedschap om PostScript mee te schrijven. Dus vandaar de vulpen. Er zit wel 40 jaar bijna aan vast in die rare vulpen. Maar daar komt het dus vandaan. Dat heeft hij dus al bedacht. Dus, ten meerdere glorie van hem, gaan we het even hebben vandaag over Adobe Illustrator CC 2020-2021. Van mijn kant ook met iets meer liefde en wat minder haat. Ik zeg altijd, ik heb een haat-liefdeverhouding met Illustrator. Want het is een beetje een rommelig programma. Dus het is al zo oud met zoveel versies, zoveel features die erbij zijn. Er plakt en hier nog wat en daar kan nog een functie. Laten we die functie opnieuw doen. Die is anders, die moet beter. Maar laat die oude vooral erbij zitten. Dus zo komt er steeds meer software in die steeds meer features in die software. Waardoor je soms door de boom het bos niet meer kan zien in Illustrator. Iedere keer als ik weer een filmpje erover aan het opnemen, of als er weer een videootje over is, of een gesprek of een presentatie, zeg ik weer, ik heb een haat-liefdeverhouding met Illustrator. Maar dit keer hebben ze wat meer naar mij geluisterd, geloof ik. Want na 10 jaar klagen over een heleboel features, zijn 2-3 grote features behoorlijk verbeterd. Zo waar. Misschien moesten ze naar mij geluisterd hebben, hoor. Dus ik krijg van, goh, het kan dus wel. Ze kunnen dingen ten goede veranderen, kennelijk. Ze kunnen minder rommelig maken. Dit zijn de dingen die we gaan doen. We gaan kijken naar het herhaalfeature, we gaan kijken naar tekstuitleiding, we gaan kleuren bewerken. En de eerste en de derde functie, dat zijn dingen die zitten er al langer in, maar ze zijn beter naar boven gekomen. Wel langer. Dus daar gaan we het over hebben. Die zijn behoorlijk verbeterd, ten goede. Ze hebben eindelijk een keertje gezegd van dat moet makkelijker kunnen. En dat hebben ze gedaan. Vooral die kleuren bewerken, zijn prachtige features. En nog wat klein gruts zit er ook bij, die laatste 3 punten. Dat zijn wat kleinige dingen, gaan we ook even naar kijken. Of alleen maar vermelden misschien al genoeg. Want gaan de hoofdzaken besteden aan die 3 grote onderwerpen. De herhaalfeature, tekstuitleiding en kleurbewerken. Dat zijn dingen die moet je een keer zien gebeuren. Ja, en dan is ook nog niet onbelangrijk op de iPad. Ja, ook een iPad-versie is er tegenwoordig. We hebben dus Illustrator op de iPad. Daar ga ik helaas vandaag niet op in, want we moeten de tijd besteden aan nieuwe features. De iPad 2 is geen nieuwe feature, dat is een heel bloody nieuw programma. Dus dat is een veel grotere zaak dan alleen maar een featuretje. Ga er een keertje apart naar kijken. Dus het is misschien dat we daar een keertje een aparte sessie over kunnen gaan doen, wie weet. Maar vandaag dus over de nieuwe features in de nieuwste versie. Wil je trouwens de nieuwe features van Femke haar blog lezen, dan kun je op de link klikken. Deze PDF die krijg je straks, dus je kunt de sheet straks nakijken en op het linkje klikken en dan zit je midden in de features van
van Femke. Want zij heeft ook 10 uitgezocht van een stuk of 7 gaan over de iPad. Dus dan kun je daar alvast wat meer lezen over de iPad features. Oké? Okay? Maar vandaag dus over de nieuwe grotere features in Adobe Illustrator. Allereerst herhaal. Ik ga even mijn scherm een beetje anders neerzetten. Want dan zometeen, want dan kan ik laten presenteren en presenteren tegelijk. Dus ik kan mijn scherm laten zien. En de sheets. Want ik moet toch mijn sheets een beetje in de gaten houden. Want jullie kennen me. Ik ben een beetje slottig, wel zo'n rommelige. En ik kan hier mooi ontwerpen. Dus ik heb mooie voorbeelden gemaakt van tevoren. Dus ik ga dat een beetje netjes aanpakken. Dus ik ga mijn slide iets kleiner zo meteen doen. Even kijken, misschien nu al. Even het kleiner maken. En even switchen naar een ander scherm. Zoals ik erbij kan zetten. Even deze stoppen. Zo. Even een andere scherm erbij pakken nu, waarop Illustrator staat. Oeps, dat is die. Oké. Als het goed is, zien jullie mijn grijze scherm met daarin klein het scherm van mijn presentatie. Hou ik mezelf een beetje in de gaten, anders gaat alles mis. Zoom kan weer aan de kant. En dan gaan we nog even Illustrator erbij halen. Ik heb hem alvast opengeklikt. Ik denk van, zo, kijk, tadaa, daar is hij alvast. En we gaan beginnen met dit voorbeeldje hier. Dan gaan we een beetje induiken, want de herhaalfeatures. Even dat nog even op een rijtje, even zoeken. Wat had ik bedacht voor vandaag? De herhaalfeatures. Het zijn er maar liefst 3 soorten herhaalfeatures. Je kunt herhalen op 3 manieren. Eigenlijk, zoals Corel Draw het al heel lang geleden al deed. Ja, mensen zouden zeggen, zie wel, eindelijk gerechtigheid. Corel Draw deed dat al langer. Ja, en Illustrator doet het nou ook. En eigenlijk nog pijnlijker, of misschien wel grappig. Zoals het op de iPad vorig jaar al werd geïntroduceerd. En eigenlijk pas vrij laat ook in de gewone Illustrator terechtkwam. De herhaalfeature. Dus het is begonnen op de iPad. Of eigenlijk begonnen bij CorelDRAW. Maar het zit er wel lekker in. Het is een mooie functie. We gaan er naar kijken. Het is in feite de oude functie van het patroon maken. Maar makkelijker en leuker en wat vriendelijker. Er mag wel wat nog aan verbeterd worden. Ja, ik heb er wat te klagen. Maar het is een goede feature. Dat werkt hartstikke leuk. Er zijn 3 soorten herhaalfuncties. Je kunt gaan spiegelen. Dan herhaalt het zich ook al. Je kunt zeggen, ja, dat doet het toch al. Ja, maar wacht maar. Het is veel makkelijker dan je denkt nu. En je kunt gaan rasteren. Dan maak je een grid van allemaal dingen naast elkaar. Als badkamertegeltjes zou je kunnen zeggen. En je kunt gaan roteren. Dus ik heb 1 ding, dat draai ik een hele slinger ervan. En nou gaan de CorelDRAW lampjes branden. Hey, dat deed CorelDRAW ook al. Voor je 6 stoelen om een tafel heen zetten. In leuke tekeningen. Dus het zijn 3 zaken. Die gaan we even bekijken dat zit. Oké? Deze even de kant. Zo. Ik heb bedacht voor het voorbeeld. Ik had een keer een voorbeeldje gemaakt. Ja, een moederdagkaart. Het is weer zo laat. Het moet. Hebben net het oranje achter de rug. Dan gaan we weer een moederdagkaart maken met roosjes en bloemetjes. Dus ik heb wat bloemen uitgezocht hier met wat roosjes en dingetjes, plaatjes binnengehaald. Ik heb hier ook een stengeltje met een blaadje. Want ik wil een soort, ja, ik wil een soort krans van bloemetjes gaan krijgen. Dus laten we daar even naar gaan kijken hoe ik die bloemetjes gaan neerzetten. Ik heb dat ene bloemetje alvast laten natekenen hier. Dat is dit een nagetekende versie. Je ziet gelijk hoeveel tekenwerk daarin zit dus nu. Met een aantal kleuren heb ik daar een mooi gestileerde bloem van laten maken. Ja, het ziet er meer uit alsof het een zakdoek met is geweest waarmee je een tompoes van je mond hebt afgeveegd of zo. Een soort oranje tompoes. En ik heb hier het blaadje ook laten natekenen, maar met de Puppet Warp een beetje krom getrokken. Je kent de Puppet Warp, dat gereedschap hier, die marionet verdraaien. Want dan kun je een beetje draaien, want ik wil er een krans van maken. Dus het stengeltje wat ik gevonden had, was nogal recht. Dus ik heb er een beetje mee zitten draaien om dus te zeggen van, hallo, ik ben een blaadje, moet een beetje een rondje gaan maken. Of als het een beetje rond gaat repeteren, dat er ook een soort boog erin komt. Dus ik heb hem iets verbogen wat dat betreft. Dat ga ik maar even dan nu in elkaar zetten. Nou, dan heb ik daar een soort setje van gemaakt van 1 bloemetje in het midden en een blaadje links en een blaadje rechts. En dat setje ga ik nu repeteren. Dus ik ga hier een kopietje van maken en dat even repeteren. Dus ik zet ze hier even neer, kopietje. Zo makkelijk. Waar zit die functie om dingen te herhalen? Nou, ze zit heel braaf boven elkaar. We hebben dus al heel lang het patroon-commando, patroon, de oude. En dan krijg je dat rare venster waarbij je dus ook moet onthouden van dat je oké niet vindt en dat de knopje hier, iedere keer als ik het weer uitlegde in het verleden, dan moet ik zeggen, ja, het is een raar paneel en je moet een tegeltje hier aan tikken. Allemaal ingewikkeld. Dat hebben ze dus niet meer gedaan. Het is weg. Hup, weg ermee, annuleer. Dan kan ik eindelijk een keertje annuleer klikken daarboven in de balk. Want dat is het dus niet. Het is herhaald. Dat is makkelijker. Ik wil gaan roteren. Object. Herhalen. Roteren. Radiaal. Ook goed. Radiaal. Dan komt meteen zo'n grote klont in beeld. Het is gelijk een complex object, zoals ze dat noemen. Een complex object dat meer kan. Je kan gaan zeggen, ga het hier neerzetten zo. En dan gaat het complex object een groter rekken. Zo. Want als het ene ding ga ik hem groter rekken. Ja, er zit veel tekenwerk in. Kan even duren. Let op, er zit een binnenring in en een buitenkant. En de buitenkant kun je zeggen, ik wil meer of minder van die dingen herhalen. Ik wil er meer of ik wil er minder. Nou, een stuk of 6 of 9 lijkt me wel leuk. Zo'n stuk of 9. Oké? Okay? En ik wil ze ietsje meer naar buiten schuiven. Dan moet ik even zoeken, waar zit het puntje? Hier. Daar zit de binnenring. Zie je die binnenring? Kan ik pakken? Zeg ik wat meer naar buiten schuiven nu. Dat ze wat naar buiten gaan. Dat ziet er een beetje druk uit.
misschien had ik beter even een klein voorbeeldje eerst kunnen doen. Maar goed, het is leuk en imposant om te zien. Er komt een krans van bloemen. Maar ik kan ieder element nog individueel aanklikken. Klik, klik. En zeggen, nee, wacht eens even. Klik, klik. Ik wil hem toch dat setje wat kleiner maken. Dat is een beetje te groot. En hij moet ook draaien trouwens. Hij moet draaien, anders draait hij nog steeds niet goed. Even draaien met het ding. Oh, kom op. Tik. Dat is het hele bloemetje. Nee, ik wil het even terug. Terug. Klik, klik. Klik, klik. Had nou een kleiner ding gemaakt, Peter, voor de eerste keer. En neem dan zit ik weer in het groepje. Oh jee. Ja. Eerst het ene ding pakken. Rustig aan. De machine is wat langzamer nu vanwege Zoom die is erbij gestart. Dus het gaat ietsje trager werken. Eén ding. Eén ding. Ja, daar heb ik hem. Hou vast. Niet meer aankomen. Dan kan ik op de hoeken gaan staan en een beetje kleiner gaan maken nu. Dan worden ze nu allemaal kleiner. Dus je kan één willekeurige pakken en dan gaan draaien of gaan kleiner maken. Dan nog een beetje draaien. Even wachten op het hoekje, Peter. Rustig aan. Het hoekje komt niet. Ah, daar komt het hoekje. Nee. Ja. Ja, daar is het hoekje. Dan kan ik draaien. Niet kleiner maken, alleen maar draaien. Nou, je ziet hoe slordig ik het weer doe. Ik ga toch in de middagsessie ga ik even een klein objectje pakken. Dus jullie zien het weer heerlijk misgaan zo. En dan nog even, het lijkt wel een soort figuurzwemmen. Heb je al van die oude films met die figuurzwemsessies? Dat die dames met zo'n figuurballet gaan zwemmen en dan armpjes omhoog. Dat idee heb ik hier ook bij. Dat is nu allemaal omdraaien en zo. Weer een beetje dichterbij gaan staan. Dus dat is een complex object. Dus ik zit nog steeds in isolatiemodus, zoals je boven die grijze balk ziet. Dus ik ben met een complex object bezig nu. Ik kan dus nu weer even aanwijzen, een beetje dichterbij elkaar halen. Weer van, kom iets dichterbij alsjeblieft. Zo, dan komt ze weer dichterbij. Dan gaan ze weer zwemmen. Oké. Dus dat is het roteerverhaal. Je kunt ook instellen of ze nog, hoe ze op elkaar schuifelen, zo of achter elkaar of voor elkaar moeten gaan hangen. Allemaal instelbaar. Het paneeltje vind je de eigenschappen uiteraard. In het eigenschappenpaneel aan de rechterkant, daar zie je er meer over staan. Daar staat opties voor herhaling, opplakken, omkeren, de hoek nog instellen. Dus wat extra opties om hier in te stellen in het eigenschappenpaneel. Dus dat is de ene. Maar ik kan ook zeggen, ik wil een grid gaan maken. Een grid kan ook. En dat ga ik even hier doen met deze slippers. Voor zometeen heb ik ze hard nodig. Ik ga deze slippers hier een grid van maken. Want ik wil 6 slippers op een rijtje. Ik wil heel vlak van slippers hebben. Object gaan we weer herhalen. Een raster maken. Dan krijg je iets wat in Adobe XD te zien is. Dit hebben ze geleend van Adobe XD. Zo'n grid-hendeltje. Je kunt zeggen, ik wil er gewoon meer. Zo, wat meer maken. Of ik wil ze wat meer aan die kant maken. Het is gewoon een grid. Veel makkelijker dan een patroon dat een vlak moet hebben en een vulling moet gaan krijgen. Dit zijn gewoon een grid van dingen die er meteen staan. Ik kan ook de afstand instellen. Ik kan zeggen, moet de afstand groter, kleiner. Je ziet het aantal en de ruimte. Er zit daar het kleine knopje daar. Je kan ook de afstand instellen, de properties, de eigenschappen. Je ziet ook een beetje van, ik kan hem een beetje onregelmatig maken. Nu staan ze mooi zo'n dambord. Ik wil ze een beetje schakeren, dat ze een beetje om en om doen. Zo. Dus ik kan kolommen en rijen laten om en om wisselen. Of misschien ook spiegelen, dat het ene omgekeerd is ten opzichte van de andere. Zie eentje zus en eentje weer zo, en eentje zus en eentje weer zo. Leuke knopjes staan hier links. Maakt het net even wat onregelmatig, waardoor het er wat, ja, wat leuker uitziet. Zet de stapjes even terug, want ik heb die slippers voor zometeen nodig. Dus dit zijn mijn 6 slippers. En je kan ze ook weer apart aanwijzen, eentje aanwijzen en weer eentje veranderen. Dus duik erin, heb je eentje te pakken. Ga je het bloemetje een beetje verschuiven, dan verandert alles vrolijk mee. Dat is net zoals met die roosjes van zo net. Met het oog op de tijd en de snelheid van deze computer laat ik het eventjes zo staan. Ik heb hem zo meteen trouwens nodig. Dan het spiegelen wil ik ook even uitleggen. Ik heb hier boven een schild zitten maken. En het mooie van het spiegelen is, je hoeft niet meer heel erg te pietlutten om iets symmetrisch te krijgen. Ik heb hier een schild bedacht, waar ik dus eerst één helft maak. En die dan vrij makkelijk laat spiegelen. Ik gooi deze even eruit. Ga ik even opnieuw maken, dit stukje. Dus ik ga dit nu even een spiegelfunctie geven. Dus gewoon los object. Je kan het gewoon tekenen uit de losse pols. Met een paar mooie bezeekurves uiteraard. Dus mooie bezeekpuntjes zitten daaraan. Met de hendeltjes. Mooi zuinig neergezet. Mooi getekend. Het moet gaan spiegelen in één keer. Dan kan je de spiegelfunctie natuurlijk oproepen met object transformeren spiegel of zo. Dan krijg je die oude die er al 34 jaar in zit. Maar ik wil het makkelijker doen met het knopje herhaal. Object. De herhalingsfunctie spiegelen. Dan krijg je gelijk een as te zien. En ik kan ook zien hoe de andere nu al gaat spiegelen, hoe die er dus ernaast staat. Ik kan ook de punten ervan bekijken. En het mooie is, je kunt er gewoon het puntje aan de binnenkant pakken en een beetje laten overlappen. Oh, even het puntje apart pakken, Peter. Stel, het puntje apart pak. Dan wordt die overgang altijd mooi gemaakt, zie je? Hij zal altijd ervoor zorgen dat de spiegeling mooi op elkaar aansluit. Dus een soort, hij maakt eigenlijk twee maskers van zo meteen. Dus het zal altijd mooi aansluiten dat het dus geen rare knik gaat opleveren. Of dat je daar weer een stukje over de andere heen hebt hangen. Dus zo kan je dan daarmee aan de slag gaan. Ik leg hem weer mooi recht. Dus ik had dat schildje zo gemaakt. En toen dat schild met een paar stappen terugzetten.
heb ik die dan laten overlappen en daar wat verlooptinten aangegeven. Veel mensen die vragen zich af van, hoe maak je verloop? Even een vraagje tussendoor, een beetje een oude vraag die altijd terugkomt. Hoe kan ik dus goud eruit laten zien? Nou, dat is geen kleur, want dan zou het gewoon bruin zijn, zoals je hier ziet. Goud is geen kleur, goud is een schittering. Een schittering of een reflectie van wat er achter je dus allemaal te zien is. Dus als je een rommelige, ja, drukke achtergrond hebt, bijvoorbeeld een buitengebeuren, heb je veel meer schitteringen erin zitten dan in een rustige, stille ruimte. Dus je moet bij zo'n goudstructuur moet je gaan kijken naar bestanden die je kunt gebruiken. Er zijn speciale bestandjes online te vinden, die dus zo'n goudpaneeltje laten zien. Dus ik zie met de vulling hier, de verloopvulling is dit. Dat is een hele mooie verloopvulling nu. Verloop. Daar zitten dus heel veel kleuren in. Ik zal even apart aanpakken, het paneeltje. Verlooppaneeltje, die. Dus er zit gewoon heel veel wisseling in. Zo moet je verloop maken. Zie je, er zitten heel veel wisselingen van bruin naar geel, naar wit, naar bruin, naar geel, naar wit, een beetje donkerbruin onderaan. Dus er zijn gewoon heel veel wisselingen. Dat geeft ons de indruk van, dat weerspiegelt iets met een beetje dofheid erin. Dat weerkaatst iets. Dus wat er achter je gebeurt is belangrijker dan hoe het er van voren uitziet. Van voren is het gewoon een mooi goud met wat spiegelends. Maar wat gebeurt erachter? Dus je moet eigenlijk een beetje de weerkaatsing van achter je iets laten zien gebeuren. Er moeten wat wisselingen inkomen. En als je dan drie van die dingen op elkaar flanst, met drie keer wisselingen, krijg je een soort randidee ook nog. Dus die zie je de randen erin zitten. Die ligt er bovenop. Dit en dit samen op elkaar leggen. Hoppakee, dan heb je een schildje. Zie je? Dus je moet zilver en goud en chroom, dat is niet een kleur. Dat is een verlooptint met heel veel wisselingen. En er zijn speciale bestandjes te downloaden van het web. Als je even zoekt op Gradient, Swatches, Illustrator. Dan struikel je erover. Over massa's van dit soort plakjes. Waar je dan die verlooptint uit kunt plukken. En ook kunt gebruiken op andere zaken. Ja? Zo makkelijk gaat dat. Wil je er meer over weten? Dan zou ik daar een keertje een aparte sessie over kunnen houden. Over verlooptinten. Maar tot zover even het spiegelen in feite. Dus dat zijn drie belangrijke functies van de nieuwe versie van Illustrator. Het spiegelen, roteren en het grid. Om heel snel heel veel dingen tegelijk te krijgen. Maak er leuke dingen mee, zoals mandala's. Maak er leuke patronen mee. Allerlei rare dingen die over elkaar heen gaan liggen. Juist door meerdere van die patronen en van die herhaalpatronen over elkaar heen te leggen, krijg je een wat rommeliger, schijnbaar rommeliger beeld. Dat is juist goed, dat is een beetje rommelig ook. Met die wisselingen kun je dat mooi aanzetten. Dat de kolom af en toe even wisselt, horizontaal of verticaal flipt. Dus gebruik die functies alsjeblieft. Dus dat is het herhaalfunctie. Een mooie krachtige feature. Hij vervangt dus voor een groot deel het oude patroon. Niet helemaal, want één klein nadeel. Je kunt er geen pixelplaatjes mee doen. Dus alles wat je dus laat herhalen, moet wel vectorisch georiënteerd zijn. Ik wacht op versie 2022 om te zeggen, en dan mag je ook pixelplaatjes doen. Want dan zijn ze precies hetzelfde als de huidige patronen. Dus we moeten nog een stapje winnen, maar ik vind het wel makkelijk. Bam, dat is nummer 1. Oké, we gaan verder met de volgende. Ja, met die nieuwe huisstijl van drukwerkdeal durf ik van dat soort cartoonachtige dingen zo op het scherm te smijten. Volgende functie. De volgende 5 minuten gaan we kijken naar tekstuitlijnen. Al heel lang kunnen we uitlijnen op een basislijn of op de rand van een kader. Dus een tekstkader heeft een basislijn, daar kun je op uitlijnen. Dus als je een tekst hebt, je wil een dingetje op dezelfde hoogte van de tekst zetten, dan hebben we de basislijn van de tekst. En dat was het enige. Maar we hebben nu veel meer lijnen erin zitten. Als je goed kijkt op je scherm en die presentatie. Moet ik hem even wat groter zetten hier. Oh, daar gaat hij al. Dat is niet handig. Even wat groter maken. Stapje terug. Dus als je heel goed kijkt, zie je dat er dus meerdere lijntjes in zitten. Je ziet ze zometeen ook in Illustrator. Hij kan ook nu de letterhoogte en de onderkant van de letters gebruiken. En ook de kapitaalhoogte. En ook, en dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Hij kan ook wel zorgen op nabijheid. Want niet alle dingen zijn altijd even hoog, die letters. Ik zal zo meteen het voorbeeld laten zien wat ik bedoel. Als je letters op elkaar zet, die zijn niet even groot. Letters met rondingen, die hangen er een beetje buiten. Als je dat dus wil uitlijnen, dan moet je juist eigenlijk niet uitlijnen. Dan moet het optisch uitlijnen. Dat is eigenlijk best wel lastig. Dus sinds kort heeft Adobe Illustrator dus voor de tekst dat ze alle soorten lijnen die je maar kunt verzinnen, de x-lijnen, of de basislijn, de x-hoogte, de kapitaalhoogte, de nabijheidlijnen, van het is een beetje overheen, kun je allemaal gebruiken om op uit te lijnen. Dat is erg mooi bedacht. We gaan er even naar kijken. Deze even een stapje terug. Naar Illustrator. Even een andere voorbeeld erbij pakken. Ik ga even deze pakken hier. Ja. Ik heb een ander voorbeeld even voorbereid. Hier zit wat tekst in. Wat gebeurt er namelijk als mensen gewoon letters zomaar gaan neerzetten? Dan gaat het meestal niet zo goed. Dus bekend het fenomeen voor mij bekend. Want ik vertel het verhaal heel vaak. Was een keer een shawarma tent hier in de buurt. Die hadden van die letters gekocht bij van die plakletters. Of laten snijden. Dus nee, ga ik wel zelf op het raam plakken. Dus die grapje zegt van nou, ik plak die letters wel zelf even op.
zelf van die losse plakletters. Aan losse stukjes, velletjes, plak. Dat ging op het raam plakken. Dat zouden wij kunnen doen met de outline functie. Heb ik nu dus losse letters. Als ik even decoupeer, heb ik nu dus allemaal losse letters. En wat gebeurt er dan als je het gaat uitlijnen? Hij had dus een leuk lijntje op de ruit getrokken. Leuk lijntje. Dan ging die letters precies op die hoogte gelijk stellen. Nou, dat kunnen wij ook doen. Dan hangen ze nu op elkaars hoogte. Maar dan hangt het precies niet gelijk. Want dan gaan ze juist dansen. Want de O's zijn groter dan de A en de R. Dus de poten die afgesneden zijn, die zijn strak op de X-hoogte en op de basislijn. Maar de O's, de A's en de S'en en de bollen, die hangen daar een beetje onder en een beetje boven. Dus het rammelt als een gek. Met een beetje geluk, nou ja, een beetje ongeluk eigenlijk, gaan ze ook nog zeggen, en er moet een vaste ruimte tussen de letters. Dus gaan ieder lettertje ook nog keurig uitlijnen dat er precies evenveel ruimte tussen zit. Dus dan doen ze ook nog dit soort dingen. Ja, vast uitlijnen vanaf de eerste letter gaan ze precies overal meten dat overal er precies 5 mm tussen zit. Dus ik zet hem nu tussen, even kijken. Uitlijnen op. Nee, dit is de Pathfinder. Uitlijnen op. Op het super select, dat heet het key object, het sleutelobject. Want dan weet je dat ook, als je dus een ding apart aanwijst, is dit degene waarmee we gaan beginnen. Dus die is de baas. En vanuit daar gaan we nu meten tussen ieder object 5 mm of 20 pixels ertussen. Dan doe maar 5 mm zo. Zeg, ja, doe maar. Dan gaat hij dus vanuit die linkerkant precies 5 mm. Ja, dan gaat het helemaal rammelen. Nooit van spaciering gehoord? Nee, een betere sobar, maar boer weet er niet zoveel van. Dus spaciering, dat gaat gruwelijk mis. Dus zo ziet het er meestal uit. In plaats van mooi uitgelijnd zoals dit en mooi gespaceerd. Dus het uitlijnen van dingen is best lastig. Zeker als je die letters wil gebruiken met de kop en de kont en de onderkanten. Dat je ze dus goed wil neerzetten. Ik ga deze even weggooien. Nee, ik laat even eentje staan. Oh ja, in het ergste geval doen ze ook nog dit. Hè? Gaan ze ook nog die selecteren. Hebben ze de letters hebben ze besteld ook nog een keertje. Met dat ze vooral dus ook nog een mooie outline letter willen hebben. Dus dat het er zo uit gaat zien met een dikke lijn ook nog erbij. Zo. Dat het echt zo heel zo, hè? Dat is een betere sobar werken. Een betere, ik doe het zelf etaleren wel. Hè? Dat gaat dus niet zo mooi. Dus we kunnen heel mooi nu tegenwoordig uitlijnen. Mag het snel weg dit? Het ziet er heel lelijk uit. Ik krijg er een beetje pijn van in mijn ogen. We kunnen dus mooi gaan uitlijnen. En dat heeft ook te maken met objecten. Kijk, de letters zijn mooi uitgelijnd in zichzelf. Daar zorgt de software wel voor, met de route van meneer Polschip. Maar objecten wil ik ook uitlijnen erop. Stel, ik wil bij de entree een pijltje erbij hebben dat precies zo groot is als de tekst. Even dichterbij kijken. Dus ik wil hier een pijltje hebben en het moet precies zo groot als de tekst zijn. Ik ga een blokje erbij pakken, of dit blokje. Ik kan nu dus gaan uitlijnen. Moet ik hem wel even aanzetten. Ik wil graag uitlijnen op... Dan moet ik het tekenpaneel ietsje uitgebreider pakken. Oh, die staat daar. Kom er maar even bij. Dus het uitlijnpaneeltje kan ik hier aangeven. Ik wil uitlijnen op de basislijn, dat hadden we al. Maar ook op de x-hoogte, op de totale lettervorm. Of op de nabijheid, de optische lijnen. Nou, die hoef ik nu niet. Het is allemaal rechte letters. Zit er geen ronde onder- of bovenkant erbij. Dus die zou ook nog een keertje handig kunnen zijn bij dat ootje van het toilet hier zo meteen. Maar ik kan nu dus gaan uitmeten met dingen. Als ik ga dichtbij komen met een blokje, dan zie ik dat ik... Hoop ik dat het even te zien is in de Zoom-sessie. Ja, ik kan het helaas niet dikker maken. Dit dus nu gaat uitlijnen, zie je dat ook de x-hoogte wordt gekozen. Zie je het groene lijntje? Daar is hij. Het groene snaplijntje snapt op de bovenkant van de letters. En de letters niet ondergezet. Het is een tekst. Ik kan hem nu ook kleiner gaan maken. Zo. Nog kleiner. Ja, onderkant, x-hoogte of de basislijn. Maar dat hadden we al. Dus ik kan zo heel mooi uitlijnen dat die twee dingen dus mooi zo bij elkaar kunnen komen en precies even groot zijn. Ik wil die twee gaan uitlijnen met die als de baas in het midden. En dan moet die zo, hangt die nu bij elkaar. Laat ik een pathfinder van maken. Heb ik een mooi pijltje ernaast. Dat precies zo groot is als de letters. Snap je? Dus dat is uitlijnen op de... Meer lijnen dan alleen de basislijnen. Zeker niet het kader, want dan heb ik niks aan het kader. Dat is ja, wat er omheen zit. Ik kan ook heel goed zeggen, dit blokje is bijvoorbeeld iets van 28 mm. Ik wil ook de tekst gaan zetten op 28 mm. En wel, die letters precies zoals ik ze bedoel. Dus ik ga dan hier aangeven bij het typografisch paneeltje. Ik wil graag dat deze letters dus, moet ik een optie erboven aangeven. De opties voor tekenhoogte staat al aan. Staat die uit, dan zie je dat balletje niet. Dus even aanzetten. Opties voor tekenhoogte. Dan komt een knopje, ik wil gaan meten op het M-vak. Dat is de grote hoofdletter M. En die moet wat mij betreft 28 mm worden. 28 mm. Dan is hij nou... gaat dat goed? Nee, dat is een andere pijltje. Sorry, 28 mm. En dan weer die punten eruit. Zo. Dan is hij nou precies zo groot. Oh, nou, dat is niet helemaal gelukt. Denk dat ik de maat verkeerd heb van het dingetje. Oh, ja, hij is toch 28 mm. Het zou moeten werken. De andere letter op de x-hoogte dan. Nou, deze werkt helaas niet zo goed. Het is niet goed voorbereid met het lettertype. Hij zou dan nu... Nou ja, dan moet ik het dan maar zelf even doen. Sorry. Want je kunt dus aangeven hoe hoog de x-hoogte moet zijn van een letter. Nou, dan moet hij er maar even gaan helpen. Deze letter heb ik verknald. Ik denk dat daar een verwarring in zit. Sorry daarvoor. Dus ik kan een letter op zijn x-hoogte precies instellen hoe groot die moet zijn. En zeggen, dat moet je aanhouden als x-hoogte.
En dan lijnt het vanzelf met een blokje van 28 mm. Dat is wat ik wilde, maar dat lukt nu niet helemaal. En dan kan ik die weer uitlijnen met de andere. En dan heb ik weer een pijltje erbij. Dus dat zijn wat zaken die je kunt gaan doen met het uitlijnen van tekst. Je kunt dus veel makkelijker blokken, elementen die je erbij wil laten horen, laten uitlijnen. Hier ook, ik wil dat blokje met music event, een stukje tekst, staat aan, uitlijnen. Ze gaan nu uitlijnen op de hoogte en de onderkant van die letter. Ja, dat is de onderkant van de x-hoogte en dit is dan de bovenkant van de x-hoogte. Ja, dan weet ik zeker dat het goed staat. Niet op die optische hoogte, maar de echte x-hoogte. Want dat is wat wij optisch als één strakke lijn zien. Dus dat zou een mooi blokje daar zijn. Tegelijkertijd hebben we nog een paar andere functies gezien. Ook dat is erg fraai op het typografisch gebied. Ik kan dus zeggen, ik wil graag deze tekst, nieuw commando, uitlijnen binnen het vlak. Normaal begon tekst altijd in zo'n vlaktekst. Bovenaan moet je wel een vlaktekst hebben, geen punttekst. Dit zijn losse puntteksten, dus het is gewoon geklikt en getikt. Dat is gewoon een regel en een return voor een volgende regel. Dit is een zogenaamde vlaktekst, dus je kan groeien naarmate het kadertje dus groter en kleiner wordt. Zie je, breder of langer. Dus dat is groeiende tekst, dus een vlaktekst. En als het vlaktekst is, dan kun je zeggen, daarbinnen wil ik met deze opties hier gaan aangeven. Bij de vlaktekst wil ik wat meer opties zien. Hier zitten de knopjes. Nou, ik kan de knopjes ook even doen. Dus ik wil jou bovenin hangen, of in het midden hangen, of onderin hangen. Nou, doe maar lekker in het midden. En nog een paar opties erbij. Ik kan een inzetafstand, net zoals in InDesign. Dus ik kan een inzetafstand geven dat hij eens een beetje naar binnen komt van iets van een, ja, 15 mm of zo. 15 mm. Zo, oké. Dat hij een beetje naar binnen neigt. En dan misschien rechtslijnend. Maar goed, dat is gewoon typografie. Oké. En rechtslijnend alsjeblieft. Ja. Dus dan staat die tekst mooi in zijn vlak. Hoef ik geen apart kader voor te maken voor het kleurvlak. En de tekst er nog een keertje overheen. Want hij moet toevallig onderaan in het midden en een randje krijgen. Nee, dat kan dus één object zijn. Dat is een stuk makkelijker, een stuk prettiger om mee te werken. Dus als het kader nu groter en kleiner wordt, dan wordt de tekst dus ook vanzelf mooi steeds in het midden gehouden. Met een mooie afstand vanaf de binnenkant. Een inzetafstand. Akkoord? Dus dat is de andere functie die dus mooi is om te gebruiken qua typografie. Dus dat zijn wat zaken die dus ook zijn vernieuwd. Even weer de slide erbij pakken. Dus tekst uitlijnen op de basislijn, x-hoogte en kapitalen en die nabijheid. Dus vanwege die rondere vormen kun je zeggen, daar wil ik ook op uitlijnen. Als een letter precies op een blokje moet staan en niet eroverheen moet hangen. Als je dat juist niet wil, dan moet je juist die ook gaan gebruiken. Dus alle gliefranden van de letters zijn dus te gebruiken. Erg knap. Erg mooi. Ik vind het eigenlijk wel mooi hoe ze zo meer een typografische optische werkwijze hebben ingebracht in Illustrator. In plaats van puur meetkundig, hoe groot is het kader? Dat is het eigenlijk het minst interessante. Dus dit is een mooie aanpak in plaats van pure meetkunde. Oké. Laatste functie. We zitten tegen de klok aan. Nog laatste functie. Nog even het grootste geweld tot het laatst. Deze hebben we ook gedaan. Dus uitlijnen bovenin onderin. En de tekst dan op een hoogte instellen wat mij even niet lukte. Maar dat ga ik even nakijken. Want het werkt verder wel prima. Maar in mijn voorbeeld nu weer eventjes niet. Zal je net hebben. Laatste onderwerp. Ja, 34 moet eigenlijk de Q&A gaan doen. Maar ik pak hem toch even erbij deze nog. Nog een paar minuten. Kleuren bewerken. Met Sensei, dat is de Artificial Intelligence van Adobe. Ja, je mag, dat is een trademark. Als je Sensei zegt, moet je dat gebaar erbij doen volgens meneer Adobe. Dus dan doe ik dat braaf. Dus Sensei, vanwege die wollige, bollige vorm. Dat is een symbool voor Sensei. Oftewel, je moet ermee naar de cloud en dan kan die uitrekenen hoe het eruit ziet en moet terugkomen. Ook in Photoshop, als je dus een lucht wil laten vervangen, dan moet die in de cloud. En dan doet Sensei dat bij Adobe ergens en dan komt het terug. Dus er wordt op de cloud een beroep gedaan om dat soort dingen af te handelen. Want bij Adobe zitten veel krachtigere stercomputers. Die software kunnen ze veel makkelijker vervangen dan op jouw machine. Dus dan laten ze lekker de cloud heen en weer gaan. Wat hebben ze gedaan? Kleurenboeken, aantal kleuren, TVA aanpassen, kon al, samen of apart. Maar vooral die laatste twee, dominanties en kleurenthema, hebben ze behoorlijk aangepakt. Als je zegt van, waar heeft hij het over? Zit het er al in? Ja, dat zat er al langer in. Onder een heel klein lullenknopje, mag ik wel zeggen. Stel, ik ga weer even terug naar een ander voorbeeld. Ik ga weer even naar deze slippers. Ik ga deze slippers even, nou, ik ga even dat release doen. Ik ga ze even normaal kopiëren. Dat vind ik dan even wat prettiger nu om het. Kan ik hem uitleggen? Ik ga gewoon een paar stappen terug zo. Oh, je moet heel ver terug. Doe maar even zo terug. Bestand, vorige versie. Ja, ik loop uit. Ik loop uit. Oh, maar ik wil kleuren nog even voor de pauze doen. Oh ja, dan moeten we even de plaatjes gaan nakijken. Sorry, ik ga hem apart zetten voor de volgende sessie. Dan is hij iets sneller erbij. Ja, kom maar, je moet die curves natekenen. Natekenen moet opnieuw berekend worden. Ja, daar is hij. Daar zijn mijn slippers. Oké. Ik ga een setje van 6 slippers maken. Ik pak gewoon loze kopietjes. Hier eentje en hier nog eentje.
In nog een stijl. Zo, nog een stijl. Ja, ik had een grid kunnen maken. Ik wil ze gelijk los hebben. En ik wil niet ingewikkeld dat ding gaan releasen. En dan de groepen weer ontgroepen. En zo. Ik wil het even gewoon zo los neerzetten. Ik wil ze toch los hebben. En ik ga hier nog een setje naar beneden slepen. Zo, ik heb 6 paar schoenen. Slippers, oké? En ik wil graag ervoor zorgen dat die kleuren worden veranderd. In 1 keer. Mensen die al vaker van mij een masterclass hebben gehad. Of hebben gezien heus wel. Dat het al heel lang erin zit. Ik doe het nog 1 keertje met deze favoriete voorbeelden. Ik kan dat gaan omkleuren. Hierboven dat balkje, daar. En als je niet hebt, dat balkje, dan kun je een balkje erbij pakken. Dan zeg ik, ik wil de beheerbalk erbij. Of dan pak ik het paneeltje de kleurengids erbij. Die kan je ook pakken. Dan zit het knopje er ook. Daar zit het gekke knopje. Al jarenlang. Al een jaar of 15 zeker. Dus ik kan nu gaan aangeven. Ik wil die kleur gaan veranderen van een paar dingen. Dus ik klik hem even aan. Het paneeltje komt naar voren. En dit is behoorlijk uitgebreid. Vroeger kreeg je dan 2 moeilijke panelen. Eentje om pantoonkleuren uit te rekenen. En een knopje waar, dat begrepen mensen al niet. En dat tweede knopje hadden ze al helemaal niet door. Hoe je de kleur kon veranderen. Die hebben ze eigenlijk losgemaakt. Ze hebben dat pantoonverhaal onder geavanceerd gezet. Die kennen we wel. Maar dat bewerkknopje daar zat, heeft niemand gezien op een gegeven moment. Dus dat hebben ze nu daar neergezet. En wat kun je daarmee doen? Nou, je kunt dan kleuren gaan veranderen. Je kunt de kleuren ronddraaien. Ik wil graag dat dit setje hier... Dat wil ik een aardbeienversie van maken. Dus ik zet de kleuren vast. En ga dus nu de hoofdkleur naar aardbei draaien. Zo. Kijk, met de nou, dus de limoenversie. Even zoeken waar is de aardbeienversie. We moeten meer naar de rode kant. Zo. Dan zit de aardbeienversie. Ook de bosbesversie hier. Dus je pakt dat hele setje in 1 keer. Zet je de kleur om. En je kon ook al eerder. Kon je zeggen, ik wil 1 kleur apart doen. Zet het kettingtje uit. Moest je altijd standaard aanzetten. Staat nu standaard aan. Moet je juist uitzetten als je 1 kleur wil veranderen. Ik wil die oranje bloemen toch liever groen. Dan doe je dat zo. En die andere oranje, dus deze fellere, die moet ook groen. Die moet misschien wat feller groen worden. Dan worden ze meteen veranderd. Je kunt dus zo heel snel een aantal kleuren laten veranderen. Dat het toch bij elkaar hoort. Maar het gaat nu een paar stappen verder. En dan komt Sensei erbij. Ik zal deze even laten staan zo. Want ik kan een plaatje erbij pakken. En zeggen van, laat deze slippers. Ja, ja. Lijken op, en dat vind ik eigenlijk het leukste, daarom wil ik je graag even laten wachten. Laat deze lijken met de kleurenthema kiezer op deze roos en een beetje groen erbij. En dan doet hij dat. En het past er gelijk bij, zie je dat? Die slippers passen bij die rozen helemaal. Ideaal cadeautje voor moederdag, een paar slippers met bosrozen. Deze identito, kleurbeheerder of kleurbewerken aanzetten. Ik wil deze ook weer gaan doen. Kleurenthema kiezer. Jij kunt ook bibliotheken uitzoeken hoor. Maar je kunt ook gewoon levende kleuren hier pakken. Zeggen, ik wil hier die kleuren van dit hebben. Zo doet hij dat ook. Gelijk die kleuren zitten er nu in. En last but not least, deze roosstrook even bij. Dus die ook even omkleuren. Dus dit wil ik hebben. Omkleuren. Kleurthema kiezer. Pak vooral dus dit en een beetje groen erbij. Niet het takje, vind ik vies bruin. Nee. Zo, dan doet hij dat. Ze passen gelijk bij elkaar. Oké? Okay? Dus dit zijn zaken. Dan lopen we echt een ogenblik op. Dan gaan we kijken of het zo duidelijk is. Dus we hebben al 3 grote onderwerpen in Illustrator. Nieuw sinds 2020 en 2021. Je kunt dominanties nog aangeven. Dominanties nog even. Dus ik wil toch wat meer groen erbij hebben hier. Dat schuif ik. Ik wil toch wat meer groen en wat minder rood. Dus kijk ik toch wat meer groene kleuren erbij. Of toch wat weer die donker erbij halen. Die donker nog een beetje meer mag. Dat is dominantie. Dus dan worden toch wat meer kleuren verhoudingsgewijs anders aangepast. Dominantie erbij. Je kunt ook shuffelen van, zoek een paar andere kleuren uit. Laat ze een beetje shuffelen, zo, zo. Pak dezelfde kleur uit shuffelen. Of wat feller of minder fel. Of de kleur licht en donker aanzetten. Speel daarmee, joh. Het past gelijk bij elkaar. En niet aan je opdrachtgever zeggen dat het in 2 minuten gebeurd was. Want ja, ik heb echt goed om nadenken, hoor. Of het is een nieuwe stijl slippers. Tot zover even dus de eerste 3 grotere hoofdstukken van Illustrator. Gelijk al prijs. Ik ga even kijken wat er dus voor een vragen zijn. Femke, vertel eens. Zijn er dringende vragen of zal ik de mail pakken? Het zijn geen hele dringende vragen, maar zal ik eerst even eentje uit de chat doen? Ja, doe maar. Even kijken. Er was een vraag, hoe doe je dat om dat na te laten tekenen? Ik denk dat er bedoeld wordt dus hoe je het van pixel naar vector doet. Ja, dat gaat vrij eenvoudig. Ik heb hier dus een plaatje, dus een pixelplaatje. Dan zeg je hier knopje bovenaan afbeelding overtrekken. Hij staat hier. Heb je die balk niet, is het langzaamaan hierin verhuisd. Staat het daar ook, afbeelding overtrekken. Dan krijg je dat ingewikkelde paneel. Ook die mag een keertje aangepast worden. Zeg maar, oh, kijk, bij aangepast. Want je kunt een standaard instelling vragen. Of je zegt, nee, ik wil het aangepast doen. Ik heb een eigen idee. En dan komt er een paneeltje dat nu ergens op een andere scherm staat, vrees ik. Waar is het paneeltje afbeelding overtrekken? Daar is het venstertje. Oh, ja, zie je, hij staat helemaal daar. Dan kun je dat aangeven. Dus hier heb je alleen de presets weer terug aangepast. De presets... Dus ik wil maar 3 kleuren hebben voor die rare roos. Hyacinth, wat is het ding? Het is een narcis geloof ik eigenlijk. Dus dat heeft hij nu nagetekend. En dan wil je meer kleuren erin. Duurt het wat langer.
krijg je meer vlakjes. Het is wel een stilering, hè? Hij gaat de kleuren dus stileren. Het wordt niet zomaar even weer net zo goed als de foto. Je doet het omdat je een stilering wil, omdat je die vlakken, die contouren wil zien. Ja, een apart hoofdstuk kan er al een half uur over doorzagen, maar let op, het is geen, van, oh, dan zet ik een foto in Illustrator onder vector en dan wordt het zuineren. Nee, als je het op zijn zuiner zou zetten, zou iedere pixel een apart rechthoekje worden. Dat is niet handig, dan blijft het even groot. Het gaat om de stilering die je wil hebben, om daarna dan dingen weg te gaan gooien. Vergeet niet dat dat wit negeren handig kan zijn. Bij die andere bloemen hier, ja, dan moet je weer gaan nadenken. Bij de andere bloemen zat er ook wit omheen. Je kunt zeggen, nou, laat dat wit maar weg. Anders moet je eerst het wit zelf weer gaan weggooien. Je moet het wit ook erbij. Nee, dat wit mag je negeren. Ik zou dat het die standaard aanstond, eerlijk gezegd. Ja. En als je dan klaar bent, ik van, nou, dit is wel een leuke stilering zo. Met wat minder kleuren. Met wat minder wiebeltjes erin. Dus moet die heel nauwkeurig zijn met de paden. Of een beetje slordig zijn met de paden. Moet die hoekige of rondere hoekjes maken. De ellebogen en zo. Zal je wat minder kleuren maken. Dan is hij wat sneller. Even dichterbij kijken. Oh, ja, ja, ja. Kom maar. Kan ik nou inzoomen? Ja, komt-ie. Dan kun je het iets beter zien. Dus dit zijn nauwkeurige, geavanceerde instellingen om te zeggen, ik wil hem dus toch misschien wat meer hoekige of wat meer rondere hoekjes geven. En ruis wil zeggen, hoe klein moeten dingen zijn of hoe groot moeten ze zijn om mee te tellen. Als er heel veel stofjes in zitten, kun je zeggen, oh, sla dat maar over. Als het groter is, dan pak weg 20 pixels. Dan vind ik het interessant. Dus dan krijg je minder dingetjes, wordt het wat slordiger. Als er vuiltjes in een beeld zitten of kleine ruispatroontjes, dan slaat hij die dus over. Als het kleiner is dan 24 pixels in het originele beeld. Dus dat zijn geavanceerde instellingen. Heb je dat gedaan, dan is het nog steeds een complex object. Het is nog steeds een complex afbeelding, overtrek, object staat erboven in de eigenschappen. Het is nog steeds een complex object, noemen we dat dan. Zeg ik, nou, het is nu al klaar, uitbreiden die hap. Uitbreiden hier of uitbreiden daar of als commando. Dan wordt het nu pas tekenwerk. Nu is het dus pas definitief tekenwerk om te gaan bekijken. Dus afbeelding overtrekken, instelling zoeken, avanceerd wat peuteren eraan, aantal kleuren instellen, goed vinden en uitbreiden, want je kunt niet meer terug. Oké? Okay? Dus wacht even. Dat was één vraag. Nog een andere vraag? Of zal ik even pakken? Doe anders eerst maar eens uit de mail. Ja. We hebben er moeite genomen om te mailen, dus laten we die niet vergeten. Ja, doen we eentje voor en eentje na de pauze? Of nee, we hebben er... Ja. Deze hier, Marion vraagt, en ik zal even Marion erbij pakken. Het schermpje. Als het goed is, kunnen jullie even meelezen. Ik heb heel braaf, discreet de naam even uitgeblurd. Marion vraagt, hallo Marion, als je er bent. Ik heb een vraag over kleurgebruik. Ik heb een InDesign en Illustrator een uitroepteken bij RGB staan. Ik heb een RGB-code gebruikt. Een van de lekkere, even kijken. Dat is niet veel rood, niet veel groen. Heel donkerblauw dus. Het is een beetje blauw licht. Dus weinig rood, weinig groen, eigenlijk geen groen. En een beetje... Ik denk dat het heel donkerblauw moet zijn. Maar dan zegt haar software met het waarschuwingje, ja, die kleur die valt buiten gamut. Dat kan de drukkerij niet drukken. Waarschijnlijk ligt het eraan, want een collega van haar heeft dat niet. Dat kan. Dan heeft jouw collega een andere voorkeur ingesteld. In Illustrator of InDesign heb je dat. Heb je een voorkeur voor hoe wil jij dus dat Illustrator of InDesign of zelfs Photoshop jouw kleur die jij graag wil in RGB, wat een rijke, felle kleur is. Hoe wil je die controleren of die wel omzetbaar is naar een goede kleur, een cyaan, magenta, geel en wat doen we met het zwart. Dat zit in deze voorkeur hier. Bij weergave, ik heb hier, laat me die voorkeuring zien, voorvertoning zien in, met de software. Ja, en afhankelijk deze, dat knopje kun je wel dan aanzetten. Dan laat je zien hoe slecht de kleuren worden. Ik weet niet of je in de Zoom ziet dat ook bij mij nu een beetje. Ik kan weer aanzetten. Zo was die. Nee, moet je terug. Weergave, weer zo. Dus zo fel is het oranje en zo dof werd die net. Ik denk niet dat het te zien is. Maar dan krijg je dus die waarschuwing. Ook die kleur heeft dus een waarschuwingstekentje erin. Dan zeg ik, nou, die valt dus buiten. Dat moet buiten het bereik van je drukinkten. Maar ja, wat staat er ingesteld als drukinkt? Wat ga je dan drukken? Er zijn zoveel manieren om cyaan, magenta, geel, zwart te drukken. Papier telt mee, drukproces telt mee, de tijd die je ervoor hebt telt mee. Allemaal dingen die een drukkerij kan aangeven. Daar hebben ze normeringen voor. Een drukkerij kan zeggen, ja, je wil heel snel 10.000 krantjes. Dan moet ik wel heel snel drukken binnen nu en twee dagen. Oeh, dan pak ik even een profiel, een norm die dus dat aan kan. En dan noemt hij een norm en die moet jij dus een keertje instellen. Dat kan eenmalig in je bestand hier vanuit Illustrator meteen. Daar zit dus de bron daarvan, bij de kleurinstellingen. Daar geef je aan, wat is dan het drukproces wat ik ga gebruiken? Wat voor profiel roept die drukkerij wat ze gaan doen? Dus als dit nog altijd staat op een of andere, zoals hij meestal begint, op US Web Coated Standard Web Offset Press. Dat is een oude krantenpers met heel rot papier. Dus misschien dat jouw machine staat voor te vertonen of te waarschuwen voor, pas op een oude krantenpers met oud vies grijs papier, komt die kleur niet tot zijn recht.
Maar dat je collega misschien een of andere voorinstelling heeft die zegt van, we hebben lekker glad papier, heel mooi wit gesatineerd glad. Dat kan, dan heb je een heel andere kleurervaring, dus dan kunnen veel betere kleuren tot uiting worden gebracht. Dus het hangt af van de CMYK-instelling, van de profiel van jouw drukkerij, of jouw printer, of een drukwerkdeal dus. Dan moet je eens even vragen. En als jij dus aan de drukkerij vraagt, een drukwerkdeal, wat is het profiel dat wij het meeste gebruiken voor een bepaald soort drukproces? Dat vind je online. Dus online vind je bij alle voorbeelden die dus drukwerkdeal aan je geeft als iets om te gaan drukken met de voorbeeldbestanden. Het staat ook erbij met de aanleverende specificaties. Dit gaan wij drukken in dat soort proces. Dus kies dan voor Fogra of Euroscale. En dan zie je tenminste welke kleuren dan minimaal wel kunnen. Nog steeds kun je je scherm niet vertrouwen als je scherm niet gecalibreerd is. Maar je weet tenminste aan het waarschuwingstekenje van, oh, de kleur valt binnen het bereik. Oké? Wil je het centraal instellen, dan kan het een bridge. Even de bridge wakker schudden hier. Hebben we nog een bridge venstertje openstaan? Dan pak ik er een bridge venstertje hier. Even kleiner maken. Ik heb hier een bridge venster openstaan van de voorbeeld. Ja, daar staan de roosjes weer. Dat vind je hier bij de kleurinstellingen. Hier kun je een eentje instellen voor alle Adobe-programma's samen. Welk profiel wil jij gebruiken om te beginnen voor alle Adobe-programma's? Dus nieuwe bestanden, of als je vers begint met de software, stel het hierin. Voor een project zeg je van, nou, ik ga nu lekker werken aan die klus. Stel dat dan even in, wat ze dan als profiel aan jou doorgeven. En dan zal er voor gezorgd worden dat Adobe Illustrator, Photoshop en InDesign dat in de gaten houden. En als jij dan iets anders wil, dan krijg je van die waarschuwingen, dit klopt niet volgens kleurbeheer. Dan zou je dat hier dus centraal kunnen instellen. Dus het kan per programma, per bestand, en het kan centraal in de bridge gebeuren, die voorkeurinstelling. Maar het is een voorkeur, en je zult hem af en toe moeten wisselen als je naar een andere klus gaat. Want een andere klus met een ander drukproces heeft je een ander profiel nodig. Hou daar rekening mee. Oké? Dus dat is een lekkere vraag altijd over die drukprocessen. Maar ik snap ook wel dat het moeizaam is. Dat het best ingewikkeld is. Maar ja, je hebt te maken met de techniek van wat er maximaal en minimaal kan met bepaalde apparatuur. En niet alles wat op het scherm mooi diep blauw is, kan ook zo mooi diep blauw gedrukt worden. Tenminste niet een cyaan, magenta, geel en zwart. Dat is even het probleem. Dus dat is even de vraag nog voor de pauze. Na de pauze hebben we weer andere vragen. Misschien andere chatdingen. Ik denk dat we even gaan stoppen, Femke. Kan ik even schrijven? Ja, lijkt me goed. Laten we inderdaad even pauze nemen. Oké. Koffiepauze. Okay. Dan gaan we stiekem de chat een beetje nakijken met jou. Precies. Tot zo. Ja, laten we weer beginnen, denk ik. Oké. Okay. Benieuwd naar de tweede helft. Mooi. Nou, de tweede helft heb ik wat klikjes, zeg maar. Wat restantjes. Even een slide er toch bij pakken. Even de share weer aanzetten. Oeh, dat is niet goed. Ja. De desktop, daar. Die, ja. Share van die, daarheen. Zo. Waar waren wij gebleven? Nou, eigenlijk hadden we de grootste functies voor elkaar. We hadden dus, stoppen hier, daar is hij. Dus dat zijn de grootste functies die er wel in zitten in Illustrator. Dus enerzijds dat herhaalverhaal, die typografie, die heel mooi kan uitlijnen tegenwoordig, best een belangrijke mooie nieuwe functie. En tot slot dan nog een keertje dat verhaal met dat kleurbewerken. Dat grote fenomeen achter dat kleine bestandje wat tussen dat knopje, dat als het ding selecteert, hoe je dat dan kunt gaan doen. En het kan best groot, zoals ik bij dit voorbeeld zou gaan doen, ik zou hier doen, zoals het nu is. Moet ik even de lagen erbij pakken. Lagen, want er staan een paar dingen op slot volgens mij. Ja, ik zal even van het slot halen. Als ik nou alles selecteer en ik zeg, ook met dit soort leuke ontwerpen van, zeggen ze, ja, maar kun je nog een variant proberen? Ja, moet ik eerst even even 2 weken naar de Bahama's of zo. Even inspiratie krijgen. Nee hoor, knopje, boven de balk, paneeltje komt tevoorschijn. Door het kettingje aan te laten staan, blijven de accentkleur en hoofdkleuren precies evenveel van elkaar. Dat is een muziek, en dan kun je akkoorden transponeren, muziek. En dan wordt het een hogere toonsoort, maar hetzelfde soort akkoord. Zo kun je dat akkoord van die kleuren ook bij elkaar houden. Dat de accentkleuren net zo verschillend blijven ten opzichte van de hoofdkleur als in iedere variant. Zie je? Zeg je, nee, dat wil ik niet. Ik wil één hoofdkleur toch echt veranderen. Moet toch groen worden? Dan doe je dat. Misschien wat minder groen, wat minder fel of zo. Of juist nog feller maken. Dus zo kun je heel snel dat regelen. Of toch de verhouding van het bruin wat groter maken. Als wordt wel heel veel bruin, heel fel bruin, iets minder bruin. Dan komen een paar dingen bruin, dan eigenlijk geen meer. Dus de vlakken zijn te klein om een stukje bruin te laten. Ja, daar zit een stukje bruin in de trompet.
Dus dat zijn een paar mooie functies die je dus kunt gebruiken. Die hoofdfuncties die dus nieuw zitten in Illustrator 2020 of 2021. Ik weet niet precies wanneer het kwam, maar al van de afgelopen 2 jaar. En het wordt altijd een beetje weer verbeterd in de volgende variant. En de volgende versie. Kleine dingetjes die we kort even kunnen gaan bekijken. Aan de hand van, even het volgende paar stappen terug. Zo was die leuk. Een paar kleine dingetjes, even de slide erbij pakken, anders vergeet ik weer de helft. Even spieken. Ietsje kleiner. Wat hadden we meer bedacht? Om mezelf in de war te gooien. Ik heb echt een zen-momentje gehad, zou je niet zeggen, maar ik heb zo mijn zen-momentjes af en toe. Heb ik ook hard nodig. Klein grut. Als je het programma opstart, dan test hij zichzelf even. Dat is heel fijn, dat hij controleert of alles nog goed werkt. Dat vind ik belangrijk om te melden. Maar wat belangrijk is, dat hij ook technisch kijkt of je bestand nog steeds klopt. Dus hij gaat de integriteit van je bestand altijd even nakijken. Vooral ook omdat we dingen in de cloud kunnen gaan zetten. En in de cloud kan wel eens een keer, niet in de cloud zelf gebeurt, maar in de communicatie met de cloud kan wel eens een keer een corrupt bitje doorkomen. En dan is het bestand misschien stuk. Dat controleert hij van tevoren even of het bestand nog integer is. Dat doet hij. Dat hoef je niet laten zien. Dat zul je wel zien langskomen. De eerste keer als je een groot bestand opent. Eventjes controleren of alles werkt. En eventueel repareren als dat niet meer het geval is. Voor zover te repareren is het uiteraard. Dan zoekt in de cloud nog een keertje van wat was het ook alweer een beetje. Makkelijker je tools aanpassen. Dat je dus in de toolbalk hier links kun je die tools makkelijker aanpassen. Je kunt zeggen paneeltje op en ik schuif hem nu eruit. Vast blijven drukken. Dat kleine wiebeltje daar. Scheur ze eruit. Heb je een los venstertje. Zit er al langer in, maar het was een beetje onhandig. Je zult niet merken wat is er nieuw aan. Maar het werkt wat prettiger om te gebruiken. Daar zijn we heel blij mee. Ook een leuke functie. Tekengebieden kopiëren en slepen. Dus je kan een heel tekengebied zeggen. Ik pak een tekengebiedgereedschap. Zeg, dit paneel wil ik in zijn heeltje kopiëren en plakken in iets anders. Of slepen naar een ander bestand. Je kan hem oppakken als tekengebied en naar een ander bestand zo in je tabbalk gaan. Zal ik hem hier loslaten? Dat gaat lang duren, denk ik. Dan laat ik hem hier nu los. Het valt mee. Loslaten. Hoppakee. En dan wordt hij nu hierheen gebracht. Ik geloof dat ik mijn knopje heb uitstaan dat inhoud niet mee hoeft. Dus dat gaat dan nu niet goed. Knopje staat uit daar boven de balk. Maar je ziet, hij zit daar boven de hoek, dat het dus de inhoud niet meegaat. Dus ik heb een prachtig leeg tekengebied net gekopieerd. Zometeen even weer aanzetten voor de volgende sessie. Daarom duurt het altijd een beetje langer, hè, die eerste. Het is altijd die wat blessuretijd van mijn kant. Ik heb het getest, maar het is toch wel vergeten. Dus dat zijn wat kleinere nieuwe dingen. Tekengebied, slepen en kopiëren. Een heel handig is deze hier. Direct ontgrendel op canvas. Ik heb het al heel vaak gebruikt. Dat is van, doe je toch gewoon een lage paneeltje? Nee, het is echt handig. Ik heb bijvoorbeeld hier achter in de balk, hier heb ik een paar balken vastgezet. Die en die. Anders als ik iets selecteer, zit ik steeds in die achtergrond te werken. Heb ik die achtergrond weer te pakken. Ik zet ze vast. Klavertje 2. Toetsenliefhebbers weten dat. Commando vergrendel, klavertje 2. Een van de oudste commando's die erin zitten. Vergrendelen, klavertje 2. Je vraagt je af wat klavertje 1 is dan. Dat is de alleroudste toets die erin zit waarschijnlijk. Maar goed, klavertje 2 vergrendelt dit. Maar ja, hoe krijg je het dan weer los? Dan moest je vroeger zeggen, ik wil alles gaan ontgrendelen, maar dat wil je ook niet. Of je wil dus weer naar het lage paneeltje, en dan moet je daar gaan zoeken in die 6000 lagen, van waar zitten de slotjes? Oh, daar en daar. Nu niet. Aanschouw het wonder. Ik heb dus nu, hier als ik ze aanwijs, ik weet niet of je in de Zoom-sessie kan zien. Ik had even mijn mouse-posé aangezet. Of moet ik even gaan aanzetten nu, mouse-posé. Dan kan ik het makkelijker aanwijzen. Voor die kleine venijnige dingetjes. Dus daar, kijk daar, tada. Daar zitten 2 heel kleine slotjes. En dan mag je nu op klikken. Ik weet niet hoeveel programmeurs daarvan nodig waren om dat te bedenken. Maar je kan dus klikken van slot af. Is het weer gewoon bewerkbaar. Zie je? Kan ik weer aanwijzen. Dat is handig. Heel kleine dingetjes. Heeft volgens mij een programmeur op tijd van 5 minuten pauze tijdens een zen-momentje bedacht waarschijnlijk. Dat het makkelijker moest worden. En het is nog gelukt ook. Dus dat zijn wat kleine dingetjes die zo handig kunnen zijn. En ik heb ze nou heel vaak gebruikt. De hele weergave tijdens schuiven. Misschien nooit opgevallen. Maar als je iets schuift binnen Illustrator, dan zie je meestal een kader met wat grove lijnen. In InDesign kun je langer vasthouden en dan zie je wat je schuift. Maar in dit geval zie je meteen wat er gebeurt. Je ziet, nooit opgevallen waarschijnlijk dat het niet meteen te zien was. Maar je schuift het dan, zie je een outline, dan zet je hem neer en dan zie je hem pas weer. Het is dus ook verbeterd dat het sneller altijd doet om te laten zien wat je schuift. Handig klein dingetje. Deze hier, makkelijke vrije vormopties. Ik wil hem een beetje gaan kromtrekken deze. Bij kromtrekken zaten een aantal functies. Kromtrekken, waar zit het ding kromtrekken? Niet daar. Nee, ik ben altijd in de war met die andere weer. Kromtrekken. Ik heb even een blackout. Daar. De broer van die, ja. Ik moet altijd zoeken naar de punaise. Die zit bij kromtrekken. En dan moet ik de kromtrekken weten. Die zit bij de punaise. Die twee zitten om de een of andere reden bij elkaar. Dit is meer een soort
bloksgewijze transformatie. En dan heb je de opties in zitten. Als ik hem openklik kun je dus hier zeggen, want ik krijg nu wat meer paneeltjes hier met meer knopjes. Dus wil je het als een trapeziumvorm doen, zoals die tool dat doet, zo. Zo. Of wil je meer herstel? Of wil je liever zo iedere hoek kunnen pakken? Zo. Dat gaat wat prettiger in het gebruik. Je kon al dingen flikken hiermee, maar dit gaat gewoon wat prettiger. Of een hele vrije vorm, dan krijg je van die hendels eraan en zo kun je gaan zitten verschuiven ermee. Of je, nou, perspectief, het is geen hendelverhaal. Toch nog geen hendeltjes. Oké? Okay? Dus dat is wat makkelijk in elkaar gezet. Het valt je misschien niet eens op als je het nooit gebruikt hebt, maar het is aanzienlijk verbeterd in het gebruik. Vooruit dan maar. Nou, klein grut, zoals ik al beloofde, hè, kleine dingetjes. Bestanden worden in de cloud bewaard. Kan. Nou ja, mag. Je kunt zeggen, ik ga mijn bestand bewaren. Maar als, dan vraag je natuurlijk, wil je hem in de cloud gaan opslaan? Iets minder irritant dan Photoshop, die wil het meteen altijd al. Maar hij vraagt het tenminste nog naar. Ja, ik wil hem in de cloud opslaan. En dan krijg je dat paneel dat gaat zeggen, en waar in de cloud? En bij Creative Cloud uiteraard, bij Adobe. En dan heb je weer mappen en zo. Dus je kunt het sneller in de cloud stoppen. Voordeel van de cloudversie is wel dat je dan ook versies kunt gaan zien. Dus als je dan steeds hebt bewaard, dan zie je ook je versies terug. Kun je dus terugrollen naar een oudere versie. Wat op je harde schijf misschien niet kan, tenzij je allerlei rare software hebt. Dus dat is een mooi voordeel van de cloud. En hij kan ook sneller bewaren. Als je, eigenlijk krijg je stiekem een lokaal bestand en daar werk je in. Als je save doet, save, dan gaat hij onder zoveel tijd, zet hij dat ook in de cloud. Per stukje. Hij doet een incremental save, heet dat. Net zoals InDesign. Daardoor zit save een stuk sneller. Hij bewaart niet het hele bestand. Hij bewaart wat er veranderd is sinds je vorige bewaarfunctie. En die verandering is misschien niet zoveel. Dat zijn een paar stappen geweest. Dus dat gaat een stuk sneller dan bewaren tegenwoordig. Maar dat kan alleen in de cloud. Dus als je op je lokale harde schijf bewaart, dan blijft gewoon het hele bestand steeds iedere keer bewaren. Dus dat is dan een cloud voordeeltje. Okay? En één voordeel, nadeel, voordeel, dat is als je met de iPad wil werken, dan moet je wel naar de cloud. Want die iPad-versie die zit alleen maar in de cloud. Oké? Okay? En natuurlijk is de software sneller en beter geworden met een paar bugfixes uiteraard. En als er altijd weer nieuwe bugs die tevoorschijn komen, dat is altijd zo. Oh ja, en een 100 keer groter canvas. Waar mensen zeggen, we kunnen een banner maken van 10 meter. Ik weet niet wat de limiet was, maar altijd zijn er mensen die zeggen van, het past niet, kan het groter? Ja, het is nu 100 keer groter. Ik hoop dat je het dan lukt. Iemand die namelijk zegt, ik heb, het canvas kan niet groot genoeg in Illustrator, die krijgt van mij een bosbloemen. Okay? Nou ja, in Illustrator dan met een mooi rosetje gemaakt. Dus dat is dan, moet wel heel erg wonderlijk zijn wat je aan het maken bent als je dus het canvas 100 keer groter nog niet genoeg voor je is. Ja, het is dus het overwegen waard, hè, die cloud versie, dat je in de cloud kan werken. Het begon al 20 jaar geleden met version queue van Adobe, dat je version queue kon gebruiken om de versies terug te rollen. Niet gelukt, ze hebben al eerder een soort Apple Share, had een knopje naar Apple Share, kon je dus meteen naar een Apple harde schijf gaan. Adobe ging daaraan meedoen, dat er ook een soort share functie was in de cloud. Toen noemen we het nog niet eens cloud, noemen we het dus remote, ik weet niet eens hoe het heette, version queue, nog eentje. En nu heet het dan Adobe Creative Cloud. Nou prima, en het werkt redelijk nu na 20 jaar, is het best goed te gebruiken, best wel goed. Het is goed stabiel, het is goed uitgedacht, we kunnen mappen maken. Dat is ook zo, moesten ze bedenken, oh mensen willen mapjes maken voor een project. Ja, duh. Dus dat is allemaal wel beter geworden. Dus niet denken, oh nee, niet de cloud, het gaat goed. Maak de overweging voor jezelf. Ja? Er zijn best wel veel voordelen. Ook vanwege die iPad, want die moet in de cloud. Ja, toch over die iPad-versie. Ik heb mijn geluid niet aanstaan, maar dat is niet erg. Denk ik, klein filmpje over iPad. Dit is dus gewoon Illustrator op de iPad. Zo ziet het eruit. Wat je gewend bent, maar dan met je vingers. Ja, of zo'n pennetje kan je ook gebruiken. Dus je bent dit soort dingen een dom. En ook dat repeat ben je een dom. Dus op de iPad. Dus ga die versie een keertje bekijken als je een iPad hebt. Moet wel een redelijke krachtige iPad zijn. Het is een oudje van 10 jaar geleden of zo. Toen was hij er net, geloof ik, ja. Maar het kost nogal wat. Dus het kan niet op een iPad mini uit 2012. Dat kan het niet meer leggen. Dus kijk naar wat dus een goede iPad is voor Adobe Illustrator op de iPad. En het gaat prima. Er zijn een hoop leuke filmpjes en video's over tutorials. Misschien moeten we er ook eentje over gaan doen. Dus dat zijn zo wat zaken over Illustrator. Wil je meer informatie? Je kunt de helpfiles van Adobe zelf gaan bekijken. We zijn niet klaar. Er komt nog een onderwerp. Blijf zitten. We hebben nog wat esthetische onderwerpen. En daar mensen ook nog. Maar over Illustrator. De helpfiles. In Adobe zelf kun je de helpfiles gaan oproepen. Een soort tutorial versie. Er een leermiddelen heet dat. Een Illustrator hier venster. Leermiddelen. Leren. Zit bovenaan. Ik weet niet waar die staat, joh. Ik gebruik hem nooit. Ik heb hem zien verschijnen. Maar nou, de leermiddelen. De studiemiddelen. Ik weet niet hoe die heet. Ik moet er even nakijken. Ik denk, ja, tuurlijk zit er al heel lang in, maar ik weet niet waar. Daarboven ergens, daar, leermiddelen? Nee, ik weet het niet meer. Die zoeken we op. Ah, daar zitten leermiddelen. Help, leermiddelen. Nee, hij kan niet vinden in Illustrator.
Dan is het paneeltje. Nou, vanaf het helpscherm sowieso. Dus ik moet even het paneeltje erbij gaan halen. Moet ik even weten waar dat nou staat. Ja, ik gebruik het zelf niet. Dus ja, maar het is wel handig voor beginners. En voor mensen die nieuwe functie willen gaan nakijken. Dus dat zijn wat nieuwe zaken. Waar hadden we het over? Oh ja, de hulp die je kunt krijgen online. Op deze links kun je klikken, dan ga je naar de user guide van Adobe, naar de What's New user guide. Kun je nieuwe dingen lezen over wat Adobe zelf erover vertelt. Of die verhalen van Femke naar blog, uiteraard. Ook meer informatie van Drukwerkdeal. Drukwerkdeal heeft heel veel blogs over, hier zitten de linkjes erbij. Heel veel blogs over de designzaken, over tutorials hebben ze voor je. De DWD klaslokaal is er ook met een prachtige video over hoe je logos moet maken. Die zit er gewoon in. Dus ga er vooral kijken. En ook eentje over hoe je dus bijvoorbeeld cyan, magenta, geel, zwart omzet in kleur, dat soort zaken. Daar is ook een paar mooie video's over. Dus je krijgt dan in de nakomende mail nog wel erbij. De linkjes in deze PDF kunnen je helpen om dat weer op te gaan zoeken. Dus je krijgt ook heel veel hulp van DWD zelf. Oké? Mij niet bellen, ik moet altijd lesgeven, dus ik neem de telefoon niet aan. Het web is altijd online. En Femke kan je altijd de video's bekijken, prima. Trouwens, de video's van de vorige sessies kun je ook trouwens kijken voor de liefhebbers. Want we zijn al naar de nieuwe functies gaan kijken. Deze sessie kun je straks later ook bekijken, je krijgt nog een link van. Maar er is nog een eerder geweest een masterclass over algemeen Illustrator. Ga daar een keer naar kijken in het kanaal van YouTube van Drukwerkdeal. Of de opfriscursus vanaf het algemeen, of de masterclass over de nieuwste functies van de oudere versies. Dus daarom dat er steeds een scheutje erbij komt. Maar die oudere video's zijn er gewoon te bekijken. Oké, links daarvan kun je dus terugvinden in het YouTube-kanaal of in de mail die hierna komt. Prima. Dus dat is allemaal hulp. En deze kun je straks ook nakijken. Of een InDesign is ook eentje geweest. Gaan bekijken voor de liefhebbers. Genoeg erover. We gaan een leuk onderwerp aanpakken. Even wat achteroverleunen. Even het hebben over, want het is beloofd. En het is ook een mooi onderwerp. Ik praat er graag over. Logo's maken. Logo's. Mensen vragen vaak, hoe moet je logo's maken? Femke heeft ook een hele mooie video over, maar een beetje mijn kant, van mijn kant bekeken. Logo's. Nou, een paar gouden regels zijn, niet te veel willen combineren een logo. Ja, er was een keer een glazen wasser, toevallig, die zei van, ja, ik wil graag een nieuw logo voor mijn glazen wasserbedrijf, dus ik wil een man op een ladder met een spons en een emmer, een spetters en een ramen. Ik zei, dat is geen logo, dat is een fucking schilderij. Dat is een hele illustratie, dat is geen logo. Dus het moet niet te veel erin hebben staan. Dus geen tekstjes en zo erbij. Het moet zinvol, herkenbaar en elegant zijn. Dus dat spreekt voor zich, denk je. Het moet ook contrastrijk zijn en inzetbaar in iedere omstandigheid. Dus als ik een heel mooi logo met een heel mooi pastelkleurtje heb, dat zie je straks niet in het donker op een heel ander stuk bord buiten. Dat is te zwak. Het moet in iedere omstandigheid goed te zien zijn. Meestal zeggen mensen, start met een zwart-wit versie en die kleur die zie je later wel. Maar als die zwart-wit versie goed contrast heeft, goed herkenbaar is, dan kun je ook een keertje dan dingen laten frezen uit een stuk hout en een goed logo herkenbaar houden. Dus als je heel erg hangt op, moet er per se die kleur zijn, heb je een probleem. Daar hebben we vorige keer over gehad in de InDesign training. Dus kijk die video naar eventueel. Dan gaat het over kleur. Dus wat voor kleur moet je kiezen? Eigenlijk van een logo nog even geen kleur. Want het moet ook een keertje in één kleur op een pennendopje worden gedrukt. En dan hebben ze maar één kleur voor je. Grijs, blauw of rood. En dan moet je kiezen. Dus je logo moet herkenbaar zijn in ieder contrast, in iedere variant of omstandigheid waarin niet altijd alle kleuren beschikbaar zijn. Dus geen detaildingetjes erbij, geen lange teksten bij een logo. En dit vind ik de mooiste. Daar heb je hem. Bang. Dat vind ik de leukste in het stel. Je moet een logo met een stok in het zand kunnen natekenen. Als je hem dan herkent, dan is het een goed logo. Dat is een hele gemakkelijke stelregel als een logo. Als je zegt, ja, ken je het logo van wie? Kennen we hem? Even in de chat kijken. Ja, heeft iemand hem goed? Zal wel, hè? Ik ga ook stiekem in de chat kijken, meester. Kijk, more chat. Oh jee, ik trek de chatbox open. Oh, je moet dat wel doen. Chat, 64 berichten. Toei, nee, dat is niet Toei. Daar wil iemand heel dringend op vakantie, geloof ik. Nou, Nike zit erbij, inderdaad, Nike. En wat is dit? Wie is dat? Even meelezen. Ja, goed, zo Adidas. Ja, rustig maar. Adidas. En wie is dit? Met een stok in het zand, hè? Dan moet het herkenbaar zijn. Ja, goed, daar zitten de mensen die de bezorgopties van McDonald's goed kennen onderhand. Wie is dit? Dat zijn moeilijker. Eens kijken of er een audiofiel bij zit. Kid Nuggets. Beats, ja, het hoofdtelefoonmerk van Apple. Dit... Kijken wie er... Ja. Met een stok in het zand, hè? Moet je kunnen natekenen. Als dat niet lukt, is het geen goed logo. Dus houd het in de gaten. Wat een goed logo kan zijn. Dus dat is een heel belangrijke regel. Er is een ander leuk logotje. Deze hier. Wat is dit? NS? Ja, bijna goed. Nee, niet... Ja, zie, daar gaat het al een beetje. Het OV. Ja, de OV-chipkaart. Jaarkaart. Hoe heet dat ding? De OV... Mijn OV-chipkaart is een leuk logo. Is mooi bedacht van mijn OV-chipkaart. Zo ziet het er eigenlijk uit. Vindt het meest...
domme logo eigenlijk in Nederland. Ja, ik hou ook van domme logo's. Want dit is typisch voor het OV. Het brengt je naar een plaats waar je bent, naar een plaats waar je niet moet zijn, via een lange omweg. Nou goed, ik vind het heel erg tekenend voor dit logo. Want het gaat van A naar B. Dus met een omweg, maar dat klopt. En er zit een soort chat-icoontje met het voorstellen. Dus zo wordt het dan doorgevoerd in de huisstijlkleuren, in de palen. Overal komt dat logo tevoorschijn. Als het kan, in die huisstijlkleuren, niet altijd uiteraard. Met een stok in het zand moet het herkenbaar zijn. En ze gaan goed, hoor ik zo. En als het niet goed, dan hebben we zo'n klein Windows CE-logotje dat ik niet meer herken, maar dat is dan iets mis met de taal, geloof ik. Complexe meerkleuren logos. Wordt vaak bedacht van, als ik tussen een logo maak met lekker wat kleuren erin, pas daarvoor op, dat is gevaarlijk. Welk logo is dit? Ja, laat maar. De Apple, oké. Okay. Weet je het eerste logo van Apple trouwens? Dit was het allereerste logo. Dat is geen logo, dat is weer zo'n fucking schilderij. Dit was het allereerste logo in de Kamer van Koophandel van Apple. Dat was getekend met Apple en een Newton en een lint omheen. En de tekst van de rand staat ook nog wat. Niet normaal. Dat is het eerste Apple. Ik ben blij dat het nu een beetje normaler is geworden. Dit was een typisch jaren 70 versie. Die werd al vrij snel gestileerd. Met een lekker digitaal-achtig lettertje erbij. Technisch lettertje erbij. Zo ging het eruit zien. En zo zit het er nu op. Oh, daar komt de KPN al. Sorry. Dus het is in alle kleuren goed uitvoerbaar nu. Want zeiden ze bij Apple, ons regenboog moet eruit. Want de Apple, de iMac kreeg een kleur. Dan moet je niet een vloekend kleurenlogotje op een andere kleur Apple hebben. Dus het moet in iedere kleur uitvoerbaar zijn. Dus vandaar dat ze zeggen, we willen een logo als een vorm. En een zwart-wit kleur, regenboog alsnog meer, maakt niet uit, met een schaduwlijntje erin. Het moet die Apple vorm moet sterk overeind blijven, met een stok in het zand. Okay? Niet zo voor de KPN. KPN heeft ook een logo bedacht met van die een beetje eieren, een jaar of 10, 15 geleden. En dat is dan mooi uitgevoerd, maar ze zeiden er wel bij, het reclamebureau, dit kost je heel veel klauwen met geld, want het moet in kleur uitgevoerd worden met verlooptinten en al. Dus 1, 2, 3, 4 kleuren. Iets groen is, iets lichtgroen, iets blauw is en nog een beetje, ja, misschien zelfs wit erbij. En het moet een verlooptinten, dus altijd rasterig gedoe. Dat werd dus inderdaad een groot probleem om het overal uit te voeren. Zelfs als een telefoon uit China niet overkomen, heel een partij telefoons mocht maar één kleurtje gebruikt worden, hadden ze een probleem. Dus het onderste variant is zeg maar de gestileerde versie voor als er maar één kleur kan. Ik vind dat niet te lijken. Ik vind dat is een totaal ander bedrijf. Dat is wel zo'n oortje met een schelpje en een dingetje. Iets heel anders misschien. Dus dat is ja, heel lastig. Dus als je een complex of een meerkleurig logo kiest, en het moet een keertje in zwart-wit, dan moet je concessies doen. En dan ziet het er misschien niet zo uit zoals jij wil. Of niet meer herkenbaar is. Is het best wel lastig, hè? Dus ja, dan zegt iemand centrum, beeldmerken, logo's met woorden. Dat is dus de vraag. Is het logo dus met of zonder de tekst? Zeker tegenwoordig is dat ook een kwestie die ergens speelt voor responsive logo's op het web bijvoorbeeld. Er zijn trouwens heel veel lelijke logo's. Die worden gewoon ja, voor een appel en ei gemaakt. Zelfs door software kan dat doen. Allemaal leuke staaltjes van huisvlijt. Oh, een lettertje, icoontje erbij. Niet onaardig, maar ook niet erg sterk. Maar net niet lelijk genoeg, zeg maar. Maar ja, is dat iets krachtigs? Het is goed voor een klein bedrijfje, prima. Dus maak van dit soort logo's gerust. Maar misschien kan het krachtiger. Het allerlelijkste logo ter wereld vind ik persoonlijk deze hier. Van een supersterk logo. Misschien heeft het met een leeftijd te maken, maar dit was het logo wat ik dus destijds kende. Oké, gedateerd qua letters. Met zo'n slingertje erin. Maar wat het daarna geworden is een jaar of 15 geleden, dat is dus dit. Ja, ik weet het niet. Ik zie er toch een mannetje met een bierbuik in die zo'n buiktruitje heeft. Ja, nu ik het heb gezegd, kun je niemand zien zonder. Och, ik heb het je verpest. Ja, sorry. Dus dat is het Pepsi-logo tegenwoordig. En het heeft ook heel veel geld gekost. Om te bedenken alleen al. Ze hebben er alles bij gehaald. Het universum, Leonardo da Vinci, alles hebben ze gedaan om dit te argumenteren. Als het leuk is, kun je op een linkje klikken. Het is een 20-pagina stellend rapport voor heel veel geld is geschreven. Waarom het logo er zo uit moest zien. Een 3D kon draaien, maar het is gewoon een lelijke vorm. Ook dat eetje met dat eetje een beetje raar. Ik weet het niet hoor. Voor mij mag die oude bal terug. En de rest, die letters mogen wel weg. Maar die oude bal moet gewoon eigenlijk terug, vind ik. Dat was toch wel erg mooi en krachtig. Of anders. Dus hier breek je toch iets bij mij, helaas. Qua visuele elegantie. Wat grappig is een leuk videootje over, vlaggen op TED Talks. Is er een TED Talk over vlaggen? En in die TED Talk gaan ze het dus hebben over... Ja, het Amsterdamse logo, hè, met een stok in het zand. Amsterdam, die drie X's. En toevallig gaat die persoon, die gaat een heel verhaal houden over hele slechte vlaggen. Vlaggen zijn een soort kruising tussen logo, symbool, heraldiek. Vlaggen zijn een heel mooi voorbeeld van ook iets heel unieks, krachtigs neerzetten. En die persoon over die TED Talk, hij had de hele wereld behandeld van vlaggen. Zei, en de mooiste vlag vind ik deze van Amsterdam. Ik schrok. Dat is inderdaad een badass logo, zegt hij dan letterlijk in die sessie op de TED Talk. Dus als je dit is trouwens het lelijkste logo volgens hem van Milwaukee.
Dat is weer zo'n schilderij met alles erop en eraan. Met nog letters erbij, een tekst met een outline. Maar ja, mensen maken lelijke en mooie dingen. Dus tussen badass en gewoon bad zit een groot verschil. Ga de video bekijken, je kunt hem nakijken. Het is echt een leuke video. Er zit ook een muziekje erbij terwijl ik presenteer. Dat doe ik liever niet. Het is echt maar het is ook voor ontwerp een belangrijk verhaal. Niet alleen, het gaat over vlaggen, maar het is een algemeen designverhaal. Dat ik graag aan mensen even adviseer om te gaan kijken. En ja, Amsterdam, hè, we gewonnen daarmee. Tenminste, ik weet niet of Amsterdam het goed vindt. Maar het is een mooie vlag, een mooi stadswapen. Oké? Voor webdesign en appdesign, en dan komt ook die vraag een beetje van, moet nou de tekst er wel of niet bij? Ja, zeker, dat noemen we responsive logo's. En het is een ouder fenomeen, ook voor papier was dat, of voor drukwerk, dat we zeggen van, nou, soms wil ik met tekst, soms wil ik zonder tekst, woordmerk logo, of een woord logotype, logotype. De terminologie is een beetje verwarrend misschien, maar kort op de bocht, moet er wel of niet een tekst onder? Moet er nog een langere tekst erbij? Allemaal vragen die je kunt afvragen van, die je zelf kunt stellen van, hoe goed moet het logo uitgevoerd worden iedere keer opnieuw? Nou, vooral voor drukwerk kon je dat zelf overwegen. Als ontwerper kon je zeggen, ik maak gewoon nu voor een pennendoos of zo, voor een pen, ga ik het logo niet weer helemaal met een tekst doen. Doe ik gewoon alleen dat kleine logootje. Moet maar genoeg zijn op zo'n pennetje. Op een grotere vlag kan er wel weer een tekst onder. Wij doen zus of zo, kan er dan zelfs een blurb tekst erbij. Dus al dat tekstlogo, dus de typografie van het logo, het woordlogo, het wordmark zoals het dan heet, of zelfs nog een blurb tekstje van wij zijn goed in die dingen, Toys R Us, voor alles wat je wil hebben. Al dat soort teksten en andere dingen kunnen misschien wel weg af en toe. Dat praten we over responsive logo's. Voor printmedia was de ontwerper degene die dat besloot van wanneer doen we dat, wanneer doen we dat niet, wel tekst erbij, niet tekst. Is er plaats voor tekst? Nee, laat maar weg, mensen weten het nu wel. Op een website of een app moet dat vanzelf gebeuren. Dus steeds meer voor digitale doeleinden zien we hetzelfde fenomeen ook weer terugkomen. Dat dus websites ook meerdere logos nodig heeft. Meerdere logos om dus afhankelijk van hoe het scherm getoond wordt, ja, een versie met of zonder tekst te laten zien. Hier zie je het ook al een beetje. Hier nog een paar voorbeelden ervan. Responsive logos dus. Voor print was het al een probleem, maar waren wij degene die besloten dus wat de oplossing werd. Nu doet de webserver dat, of WordPress, of een helemaal andere software die dat allemaal regelt. Maar jij moet ze wel aanleveren. Dus je moet vaak voor allerlei digitale doeleinden meerdere logo-versies aanleveren. Niet in formaten, gewoon meer of minder pixels, liever niet, die van SVG. Dat kan, dat mag, is helemaal modern en prima. SVG is een soort postscript voor het internet, een soort schaalloos, of een schaalbaar bestand. Dus maak SVG-bestanden aan met Illustrator voor verschillende varianten van jouw logo. Met of zonder teksten, met of zonder details erbij. Hier zie je de Heineken-varianten. Hier zie je nog een paar van Shell. Het is ook historisch zo gegroeid. Hè? Soms zeggen merk, wij zijn zo bekend, wij hoeven geen tekst er meer bij. Het mag nu al weg. Ja? Dan krijg je het logo, krijg je geen tekst meer erbij. Tenzij het echt een keertje nodig is of terwijl het leuk is. Maar zie je nog ooit een Apple logo met de tekst Apple eronder? Vroeger was het heel vaak. Nu niet meer, het is nou gewoon een heel bekend merk. Dus tijd, historie kan het ook een beetje laten verschuiven hoe responsive een logo kan zijn. Pixar stond vroeger bij Animation Studios. Nu weten we, opgekocht door Disney, groot bedrijf. Iedereen kent het wel van al die leuke films. Nu ziet het er zo uit. Dus er kan wel eens wat weg. Qua historie of qua ruimte is dat een keuze. Dus digitaal heb je dan meerdere versies nodig. Hier nog een paar leuke varianten. Het valt je niet op en dat is juist goed, maar je moet het wel maken als ontwerper. Dus ga kijken of je een responsive logo moet maken, niet alleen voor print handig, maar ook voor digitale doeleinden handig. Dus ga kijken of je de afweging maakt van wat kan ik weglaten, waardoor het toch sterk blijft en herkenbaar blijft als het een heel klein icoontje op je Apple Watch moet zijn, of op een pennetje gedrukt moet worden, of een aansteker, als je nog rookt. Je kunt ook variaties gaan maken. Bijvoorbeeld Google is er goed in, maar dat moet echt digitaal, dat was wel heel snel. Dan kun je dus iedere dag een ander soort logo laten zien, of als iets speciaals op die dag. Dan kun je dus het logo een beetje aanpassen. Digitaal kan het makkelijk vervangen worden, weer door de volgende dag weer een normale logo te laten zien. Dus digitaal kun je ook variaties van logo maken die inhoudelijk heel anders eruit gaan zien, of een geintje flikken. Google is een merk die kan dat wel doen, maar ik weet niet of iedereen dat zou moeten doen. Ja, er hebben nog geanimeerde logo's voor web en internet, maar dan zeggen mensen, we moeten gaan bewegen. Ja, subtiel, waarom niet? Inkt is ook niet altijd in zwart-wit, dus logo's kunnen ook bewegen. Dus als je als ontwerper niet alleen logo's maakt voor printmedia, maar ook voor digitaal, overweeg misschien niet alleen responsive logo's, maar ook animated logo's, dat een kleine animatie in zit. Maak verschil tussen animatie die opbouwt naar iets, als het de eerste keer getoond wordt, of een logo dat blijft bewegen in de achtergrond. Zoals bij dit kleine logotje van Twitch, dat dan steeds een beetje wiebelt, zo in een hoekje van het scherm, en niet al te veel aandacht trekt. Hou het subtiel alsjeblieft. Dat zijn animated logo's. Aan de hand van een printmedia voorbeeld kun je vaak iets kleins misschien daarmee flikken. Of houd het van tevoren al inderdaad in gedachten als je dat gaat overwegen. Oké? Dus dat zijn wat zaken die dus zo kunnen helpen.
om dus logos te gaan ontwerpen. Hier zie je ook een paar leuke voorbeelden. Ja. Dus hou het subtiel. Iets wat in de hooghoeken staat te bewegen de hele tijd, dat vinden mensen niet altijd prettig. Dus hou het heel rustig, heel subtiel, als het altijd blijft bewegen. De eerste keer in beeld mag het iets leuks doen. De tweede keer misschien liever niet te heftig. Of te herhalen niet te heftig laten gebeuren. Oké? Okay? Ja, want het vraagt mensen, van, waarom mag je niet alles bewegen op het scherm? Ja, maar in de ooghoeken van je scherm, of in de ooghoeken van het beeld, dat werkt met een ander stuk van je hersenen. Je hersenen en je ooghoeken denken anders dan iets wat in het midden staat. Je kijkt de hele tijd naar een film. Als er één klein friemeltje hier staat te bewegen in de hoek, dat trekt aandacht. Want het kan een tijger zijn die je komt opeten. Dat is instinctief. Dus ons brein reageert er anders op in de periferie van het beeld en iets wat in het midden zit. Dus hou je geanimeerde logo's subtiel. Als ze altijd in beeld staan te wiebelen, vinden mensen niet leuk. Ik word nou kriegelig van die dingen hier op je scherm. Dus hou het subtiel alsjeblieft. En Unilever zet een leuke trend met van allemaal symbolen die samen een logo gaan worden. Hartstikke leuk, maar wel erg moeizaam. Hè? Als je van ver af kijkt, zie je toch een logo. Van dichtbij zie je allemaal icoontjes. Een beetje een trend geweest van Roman Dreesman begon er al mee, heel lang geleden. Unilever heeft dat wereldwijd door gaan voeren. En iedereen aat het een beetje na. Hier zit het oude Roman Dreesman logo trouwens. Toch wel grappig, hè? Een oud logootje. Dan weet ik hoe oud je bent als je het leuk vindt. Wil je hulp hebben bij missende logo's? We gaan een beetje afronden over het logoverhaal. Er zijn hele goede websites. Brands of the World. Daar kun je logo's downloaden. Dus je moet iets hebben. Je moet een logootje hebben van een bedrijf. En dan krijg je een of ander vies JPEG-je met 80 pixels. En dan hebben ze eigenlijk niet beter. Nee, we hebben niks beters dan dat. Je zou een PDF van het bedrijf kunnen openkraken. En daar met Illustrator een logootje uit kunnen halen. Of je naar Brands of the World. Dan kun je ze vaak downloaden. Brands of the World is een soort een stille kracht van grafische ontwerpers. Iedere ontwerper zet daar vaak logo's in voor anderen om te gebruiken. Moet je niet tegen gebruikers gaan vertellen. Dan gaan ze allemaal truien met opdrukken doen en zo. Niet handig misschien, maar daar kun je heel vaak logo's vinden om dus te downloaden in vectorformaat. En te gebruiken als het telefoontje maar niet wil komen voor de deadline. Van ja, hier is het logootje, ik heb het je via mailtje gestuurd. Nou, dan ga ik het zelf wel even zoeken. Bij Seek Logo of Brands of the World kun je ze vaak vinden. Ziet er heel makkelijk uit. Je gaat gewoon intikken. Ik wil het Albert Heijn logo. En dan zie je precies wat voor versies erop staan. Dat hebben bedrijven niet gedaan. Dat doen vaak ontwerpers, die dragen hier aan bij. En bedrijven vinden het vaak goed. Van ja, het is een beetje onder ons, hè. Voor ondergrafische ontwerpers. En dan kun je hem downloaden. Pak wel natuurlijk een goede versie. Waarvan je weet, dit is de courante versie. Want ook oudere logo's staan er ook op. En dan kun je gewoon downloaden. Even een account aanmaken. Kost niks. Doet geen pijn. Oké? Okay? Dus dat is het verhaal over de logo's. Ik denk dat we weer even de vragen bekijken. Even kijken. Nou, zit ik op tijd? Ja, nou, moet je keurig op tijd. Doe maar. We zitten tegen de klok van 11:30. We lopen een beetje uit, maar dat mag misschien wel. Femke. Ja, het was vrij druk in de chat. Maar laat ik even beginnen met de laatste vraag. Die werd ook meerdere keren gesteld. In welk programma maak je het best zo'n animated logo? Goeie vraag. Werd al Adobe Animate geopperd? Adobe Animate is een soort oude Flash, zeg maar. Dan zou je het kunnen doen. Adobe After Effects kun je ook gebruiken. Dus dat zijn de programma's die ook met vectoren kunnen gaan animeren. Andere software zoals Adobe van Tumult Hype, dat is alleen voor de Mac. Daar doe ik vaak complete animaties in, maar niet een logo-animatie. Het is echt een After Effects kunstje wat daar moet gaan gebeuren. Ja, dus After Effects of Adobe Animated voorheen Flash. Dat kan je daarvoor gebruiken, ja. Ik vind niet zo snel andere goede merken die het aanpakken. Ik vind After Effects zelf wel behoorlijk groot. Je hebt maar een heel klein deel van nodig. Je kunt er ook complete bumpers en leaders voor tv-programma's van maken. Of voor hele reclamespotjes online, of weet ik veel. Het is wat groot. Dus een grote schut voor een klein doel. Maar wel een rijk programma daarvoor. Dus je gebruikt maar een heel klein stukje van. En dat geldt ook trouwens voor Flash Animated. Ja. Nog andere vragen? Ja, even kijken. Er was nog een vraag over het aanpassen van een object. Dat het soms niet op de pixel nauwkeurig lukt. Bijvoorbeeld vergroten of verschuiven. Dan verschuift het niet per pixel, maar x aantal pixels. Dat zal waarschijnlijk met de grid-instellingen te maken hebben, gok ik. Ja, dat inderdaad een goede gok zijn. Want dan heeft waarschijnlijk iemand daar nog een ander grid aan staan. Die functies om de dingen uit te lijnen. Ik zal even hier wat inzoomen. Zit er nou toch? Als ik dit ga uitlijnen, let erop dat bij het uitlijnen van die elementen... Ja, het is nou al een pijl. Ik heb een blokje niet meer. Een paar stapjes terug. Ik weet niet meer. Komt het blokje weer terug ooit? Nou, als pak ik even een nieuw blokje. Nieuw blokje. Ga ik even meten naar die kant. Dus de bovenkant, x-hoogte, onderkant, basislijn. Nu is mijn blokje precies zo groot als de rest. Hou wel weer rekening met de lijndikte. Hè. De lijndikte telt er nog een keertje bij. Dus het gaat misschien niet helemaal goed. Dat is trouwens een beetje verschoven, zie ik. Ja, de lijndikte zit erbij. Ik ga even inzoomen. Dit gaat helemaal niet goed. Kom eens even hier.
Oh, er zit nog, kijk, er zit nog een ootje dwars. Zie je die O? Dat is de nabijheidlijn. Hij pakt dus nu de hoogste vorm erin. Nee, dat wil ik niet. Ik ga deze even aanwijzen dan nu. Goed dat ik er even ben. Het paneeltje tekst. Ik wil niet de nabijheidlijnen. Dus niet alleen maar de X en de hoogte en de basislijn. Dus nou moet hij het vierkantje beter doen. Waar is mijn vierkantje er weer gebleven? God. Vierkantje weggegooid. Doe ik het nog een keertje. Dus nou pakt hij alleen de x-hoogte en de basislijn. Basislijn en de x-hoogte die niet wil reageren. Ik moet iets aan dat. Ik denk, weet je wat het is? Ik heb daar. Ik denk, ik pak een leuk lettertype. Ik denk dat dit lettertype een beetje raakt. Misschien is het een true type lettertype. Ik ga dat even nakijken voor de middagsessie, maar er zit iets met het lettertype niet in orde. Waardoor ik dus niet dit bepaalde uitlijnfunctie moet die ook met die mille. Hij weet volgens mij niet precies waar de x-hoogte van dit lettertype is. Ook omdat een lettertype is dat alleen maar hoofdletters heeft. Dus hij weet niet dat er een x in kan zitten. Ik denk dat ik even een ander lettertype ga maken voor vanmiddag. Want het gaat me te vaak mis. Sommige dingen zijn leuk, die onderkant en de x-hoogte. Maar de kapitaalhoogte, gaat iets mis hier. Maar in elk geval, controleer hier bij weergave wat allemaal staat te snappen. En staat slim te doen. Dus wat gaat allemaal magnetisch doen? Rastermagnetisch, misschien staat dat aan. Een soort ruitjespapier is dat dan. Misschien zijn je pixels aangezet. Vaak als je dus met een webbestand begint, dan staat je standaard aan. Dat je waarschijnlijk pixels wil magnetisch gebruiken. Met die knopjes boven de balk hier, doet hij dan moeilijk. Zet die uit. Dus controleer even wat allemaal nog meer magnetisch staat te helpen. Je moet voor dat uitlijnen van tekst, moet je slimme hulplijnen uiteraard aan hebben staan. Dat sowieso. En je moet dus aangeven bij de tekst welke tekst je welke features wil gebruiken. Dus je moet het per tekst aangeven wat dan mag gebruikt worden van die letters. Dus deze vertrouw ik niet eens meer bij dit lettertype. Dus hier kan ik, ja, dan heb ik alleen nog maar de basislijn. Daar begonnen we al mee, dat hadden we al. Dus ik denk dat er iets met het lettertype mis is. Maar let goed op dus dat deze dus aanstaan. Alle toeters en bellen, voor een normaal lettertype dan. Je kunt zelfs een schuine hoek doen, maar dat knopje moet nog een keer iemand ernaar kijken, want dat werkt heel ingewikkeld. Ik heb het niet in de praat gekregen, niet eens volgens het voorbeeld van Adobe zelf. Dus je kunt ook een schuine lijn, ik wilde namelijk met die X nog wat doen, maar laat maar, ik geef het op. Daar moet nog een keer een programmeur een andere draaier geven. Maar die vier knopjes, die zijn dus nodig van de tekst bekeken. Je moet aangeven welke tekst mag dat. Dus als je dus zegt, die heeft dat nog niet, of die heeft dat ook niet, dan, nou, misschien staan ze uit. Dus per tekst moet je dat even aangeven. Dus wat je dus wil gebruiken als dingen om uit te lijnen. Dus zet ze nu weer aan. Ik wil die gaan gebruiken. Misschien voor alle teksten even. Het is een stand die hoort niet bij de tekst. Met het werk ermee, sorry. Misleid je een beetje. Maar die moeten aanstaan en de rest moet een beetje uit. Dus niet te veel hier hebben aanstaan. Magnetische pixels, rastermagnetisch. Magnetisch punt, misschien ook even tijdelijk uitzetten. Dus let even op dat er niet te veel aanstaat. Het kan trouwens wel helpen als je inzoomt. Veel mensen hebben het niet door. Als ik nu ga zitten uitlijnen met dingen, dat u nu alleen slimme hulplijnen geeft voor dingen die in je scherm zitten. Dus als je je scherm inzoomt, zit er te veel troep omheen, dan sla je dat even over. Dus hij doet alleen slim helpen met dingen die in je scherm zitten. Zie je? Ik heb geen last van de andere elementen nu. Niet te veel in elk geval. Oké? Ja, het tekengebied staat wel tijd, geloof ik, mee te doen. Dus zoom een beetje in op wat je wil gebruiken, of zet andere lagen even tijdig uit, dan ben je daar wat prettiger mee bezig. Oké? Dat beantwoordt de vraag een beetje, hoop ik. Nog meer? Volgens mij wel, ja. Waren er ook nog vragen uit de mail, of waren die inmiddels allemaal behandeld? Ja, één belangrijke vraag die je altijd weer terugkomt naar iedere sessie die we doen, of het nou live is of online in dit geval, komen altijd heel terecht op weer die vragen over cyanogen, geel, zwart, RGB, hoe zit het allemaal? Ik had een sheet in de pauze, was ik stiekem aan het maken, maar het is helaas niet gelukt om hem af te maken. Hij staat een beetje hier, maar ja, ik kan het kort even erover zijn. Hoe zit het dan met kleuren? En dat vraagt dus mevrouw Rachel vraagt dat. Dat is een heel terechte vraag. Hoe kan ik in Illustrator een SMIC-kleur omzetten naar een PMS-kleur? En hoe zit het eigenlijk met al die systemen en zo? Ik had er een sheet voor in de maak, maar Femke heeft een hele goede video daarover. Die kun je online gaan bekijken. Die komt straks op het linkje ook wel mee. Dat gaat precies daarover. Het is al een 5 jaar oude video, dus heeft wat langer haar. Nou, ik weet niet, heb je haar? Ja, je hebt haar. Inmiddels is het weer lang. Ziet er iets anders uit. Is het weer lang, oké. Maar hij werkt nog steeds, want het is al 50 jaar zo, dat cyanogen, geel en Pantone-kleuren. Pantone is de oudste techniek van inkt. Ik heb hier ook een Pantone-mok. Hier, echte Pantone-mok. Tadaa. Oh, even. Pantone. Ja, Pantone-mok. En hier zit ook Pantones in. Dit is gedrukt in zwart en iets groeners. Zie je? Zwart en groen. Nee, je ziet het niet met de camera. Terwijl de voorkant zie je dus, daar zit een normale kleurenfoto. Dit stukje, sorry, andere dingen. Dit stukje is gedrukt in full color. Maar er is ook een Pantone groen erbij gezet om dat lekkere, zachte, romige groen te krijgen. Dat, ja, dat komt op de camera denk ik niet over. Want het is een heel mooi, zachte, mooie, bijna fluoriserend groenetje zit erin. Of deze hier, dit doosje. Hier is nog een fluoriserende
roze kleur bij. Dat is niet gewoon magenta, dat fluoriseren van zo'n stifte magenta. Ja? Is een speciaal gedrukte magenta kleur. Dus die kleuren terugvinden. Ja, als jij dus hier een of ander kleurtje in full color hebt, dit is een full color gedrukt dit. En als je denkt van, wat voor kleur is dit magenta geweest? Ja, dat is magenta. Maar hij weet niet aan de hand van het drukwerk van jouw CMYK-waarde, weet hij niet dat er misschien een rijkere, sterkere PMS-kleur voor gebruikt was als bedoeling. Dus cyan, magenta, geel, zwart, het is altijd een terugval in kleuren. Dus een hele felle, mooie gele zoals dit in full color. Ja, het heet full color, maar zo full is het helemaal niet. Pantones zijn eigenlijk voller, die hebben meer kracht erin zitten. Dus pantonkleuren kunnen hele volle kleuren, lekkere, vette, fluoriserende kleuren doen. Meer dan RGB zelfs kan. Sterker nog, ik heb hier een potje Calvé pindakaas. Ja, dat zie je niet. Een RGB zit hier een beetje bruinig in, maar het is goud. Er zit zelfs goudstof in. Nou, goud, iets glimmends, ja. Dus Pantone is de oudste soort inkt- en kleursysteem wat we hebben. Want Pantone kan dus alle kleuren in inkt met speciale pigmenten doen. In plaats van alleen maar cyaan, magenta, geel en zwart. Smik is helemaal niet zo full color. Pantone, dat is full color. Maar we hebben geen glijdende schalen. We kunnen niet langzaam een kleurenfoto doen in Pantone. We moeten een kleurenfoto maken in honderden Pantones. Dat gaan we niet doen. Dus met Pantone ben je beperkt tot een paar kleuren. Zoals hier, Elmex. Ja, kijk in je keukenkastje, je ziet ze aan de lopende band. Ja, ik ben nog goed in keukenkastjes, ga ik toch wel even de camera een beetje zo aan. Hier zie je een L-Max, is dus gedrukt. Ja, dat is een doosje, dat is dus zo. Ik trek altijd doosjes open, vind ik leuk. Kan ik zien hoe het gedrukt is. Dan zie je boven het balletje, zie je zo'n dingetje daar, zie je? Drie kleuren. Lichtblauw, dat oranje, dat lekkere felle oranje. Een beetje heel mooi, fel lichtblauw. En een diep, ja, paarsachtig blauw. Zo diep paarsachtig blauw krijg jij niet in cyan, magenta en zwart. Maar wel in drie kleuren gedrukt dus. In drie Pantone inkten. Geen full color. Ja? Als ze dit hadden gedrukt, dit foldertje hier, is een full color gedrukt. En een mooi logotje van CMM. Maar in full color. Niks mis mee, maar je mist dat vettige groene logo zoals ik het ken. Zoals het op die vlag altijd wappert in een Pantone inkt. Dus als je zegt, ik heb een cyan, magenta, geel, zwart kleur. Dat is al eigenlijk een soort kleur die al teruggevallen is naar iets wat maximaal kan. Wat we ook voor de pauze al bespraken. Stel je hebt een Pantone-kleur en een krant voor een krant ingesteld. Dan heb je een hele slappe inkt eigenlijk ingesteld. Gekregen door die instelling te gebruiken. Ja, wat is daaraan vooraf gegaan? Wat was het ontwerp als bedoeling? Misschien wel een veel sterkere Pantone-kleur dan wat de inkt maximaal in cyan, magenta, geel en zwart kon. Dus het is jammer. Eigenlijk als mensen zeggen, onze huisstelkleur is dit in cyan, magenta, geel en zwart. Zeg ik van nee, dat geloof ik niet. Want cyan, magenta, geel, zwart is altijd bedoeld voor een bepaald soort druktype. Dat is de beste stand voor cyan, magenta, geel, zwart. Voor dat drukproces met die papierkwaliteit kunnen we dat het beste gaan halen. Dus het is altijd een afgeleide van wat het eigenlijk had moeten zijn. Als we beter papier zouden hebben, een beeldscherm zouden hebben of een Pantone zouden mogen drukken. Dus die kleursystemen houden ze alsjeblieft een beetje uit elkaar. Het is niet zomaar om te zetten. Er is iets weggevallen met cyan, magenta, geel, zwart. Dat had je misschien terug willen hebben voor andere doeleinden. Voor betere papierkleuren in Pantone. Dus als jij in een of andere slappe Pantone, als dit in full color gedrukt zou zijn, en ik zou dan later de Pantone willen terugvinden, ja, Pantone weet niet meer dan dat dit is geweest, schoonheid. Ja? In dat cyan, magenta, geel, zwart. Dus het heet full color, dat is helemaal niet vol. Pantone, dat is lekker vettig. Dat is pas echt vol. Houden we het in de. En bekijk de video van Femke die erover gaat, over RGB, SMIC en Pantones. Ik zal het linkje even delen in de chat ook. Dan heeft iedereen het meteen. Ja, zal ik in de PDF zetten van deze slides. Dan kunnen mensen die ook krijgen. Even kijken. Dat was de vraag van Rachel. Nog eentje. Of twee als het korter zijn. Vertel. Ja, er was nog eentje die via de mail was binnengekomen. Die is denk ik niet meer bij jou beland. Maar die is misschien wel wat te uitgebreid om nu hier nog te behandelen. Want het ging namelijk over grafieken en het aanpassen van de volgorde van de legenda. Ja, ik snap de vraag. Misschien moeten we die zelf even via de mail dan beantwoorden. Ja, misschien wel. Ja. Nou, die hele grafiekmodule in Illustrator is een... Ja, dat staat op een laag pitje. Het is 25 jaar geleden bedacht. Het was er al toen ik voor mezelf ging werken in... Kijk, in 1953 voor de watersnoodramp, geloof ik. En er was wel al vrede in Nederland. Ja, dat was wel al. Maar dat is al heel lang geleden, die grafiekmodule. En die is nooit meer aangepast. Dus het is een beetje een onding. Als je echt met grafieken prettig aan de slag wil gaan, ga liever naar Excel en koop hier een plak dan je bestand in Illustrator. Hou wel rekening met lettertypes. Dus het kan moeizaam zijn. Maar het is wel leuk, die grafiekmodule. Maar het biedt niet veel optie. Of die agenda gaan schrijven, weet ik niet. Zou ik moeten nakijken. Ja. Nog andere vragen? Nog een kort vraagje. Dat was, je hebt het al even snel laten zien, maar dat ging over die slotjes die je zichtbaar maakte. Bij de lagen.
Het ging zo snel dat dat even niet helemaal werd opgepikt. Dan doe ik het nu langzaam. Stel, ik wil dus graag, om te voorkomen dat ik steeds iets selecteer. Ik wil bijvoorbeeld heel vaak deze trompeterende mensen gaan selecteren. En stel, ik wil iedere keer, moet ik weer op deze ene trompet vormen. Ik wil dus één keer zeggen, huppakee, nu heb ik alles. Ja, ik kan groeperen, maar zelfs voordat ik wil groeperen. Of ik wil de tekst weer aanwijzen. Zit ik weer aan dat kader te pieden. Dat kader in die achtergrond, dat plaagt me steeds. Dus die en die, dat zou een reden kunnen zijn om dat even te lokken. Nou, het lokken, dat doe je al heel lang met het commando vergrendel. Dus het aanzetten van zit hier, klavertje 2. Vergrendel selectie onder het objectcommando. Okay. Dan zit het nu vast. Ja? Dus ik kan nou hier makkelijker selecteren door dit te pakken. En die gekke dingen, die vallen er niet meer bij. Zie je? Dus zelfs voordat je gaat groeperen, kan het wel handig zijn om dingen even op slot te zetten. Dus op slot zetten kan per element, per object, of per hele laag zelfs. Want je ziet het ook bij de lagen gebeuren. De lage panelen zie je ook dat daar slotjes zijn gekomen. Even kijken, waar zit ik hier? Oh, herstel. Waar zit ik hier bovenin ergens, denk ik. Ja, zie je, daar is het slotje gekomen. Dus in dit laag, in dit pad, is vastgezet. Dat is dat dingetje. Oh, dat is een ander dingetje, zelfs ook vastgezet. Nou, deze dan. Maar ja, nu, ik kan, als ik zeg van, ik wil hem van het slot halen, want ik wil een andere kleur geven, dat grijze ding. Maar dat zit vast. Ik zit te klikken als een rek, maar dat doet het niet. Nou, dan kun je nu klikken. Dan moet je eerst vroeger dus zeggen van, nee, dan moet je dus, zonder het te kunnen selecteren, dat kan niet selecteren, moet ik gaan naar alles ontgrendelen. En dan moet je mijn andere dingen weer vastzetten, die ik wel had vast willen. Een beetje omweg, een beetje raar. Nu kun je, of je moet die slotjes hier gaan vinden in mijn lage paneel. Gedoe. Zodra ik het aanwijs, zie je daar heel klein, zo'n klein friemelig. Zien jullie dat kleine lichtpuntje daar nu ook? Daar, dat kleine dingetje daar? Ik heb even met mijn spotlight zo gedaan. Ik weet niet of jullie spotlight zien, dacht ik wel. Ja? Dus als het goed is, zie je nu een klein lichtringetje eromheen komen daar. Dat is het slotje. Als je dan klik, is hij nu wel los. Oh, dat was het. Ja, alleen, hoe krijg je dat slotje in beeld? Want zit er volgens mij niet standaard. Instinker. Nee, oh, ik moet op mijn lijstje aanhouden. Ik heb hier een soort shortlist voor mezelf, een soort speaklist. Want, moraal van het verhaal, het is een voorkeur. Sorry, en dat ben ik vergeten. Ik heb het niet in de slide erbij gezet, dan vergeet ik het weer. Ik lees mijn shortlist niet. Jawel, het zit hier bij de voorkeuren. Het is voor mij zo normaal. Voorkeur van het bestand, of voorkeur van Illustrator in het algemeen. Voor de Mac-gebruikers zit het uiteraard over het... Oh, het zit niet meer hier bij Illustrator. Het staat niet meer voorkeuren hier. Jawel, voorkeuren. Daar is die. Je gaat naar het voorkeurenpaneel. Ja, natuurlijk, daar zal je hem hebben. Voorkeurenpaneel, daar is die. Dat grote ding met 600 knopjes. Dan staat hij ergens bij weergave selectie. Weet ik niet. Nee, tekst. Eenheden hulp in het segment. Ik weet niet waar die staat. Gebruikersinterface? Nee, ook. Oh, ik weet het niet meer. Oh, ik heb hem al lang geleden aangezet, maar ik weet niet waar die staat. En ik had het moeten intikken bij weergave selectie anker. Nee, het is hier een voorkeur. Het is hier een voorkeur. Algemeen? Nee, ook niet. Dan ga ik gokken. Sorry? Iemand in de chat zegt bij weergave, selectie en anker. Weergave, en dan, selectie en anker. Ja, daar. Ik moet lezen. Niet. Op canvas selecteren. Ik zit ook even te kijken. Ik kende deze functie zelf ook niet, dus ik heb ook nog weer wat geleerd vandaag. Nee, ja, ik kijk even met mijn shortlist naar. Sorry. Shortlist, even kijken naar de handelingetjes. Die heb ik opgedisseld. Volgens mij in het linker rijtje. De bovenste. Nee, als je bij waar je zat. Ja. En dan die aangevinkt staat in dat rijtje. Boven. Oh, daar. Ik denk, ik moet hem gewoon aanzetten, maar hij staat al aan. Ja, sorry. Ja. Ik heb hem lang geleden aangezet. Daar zit hij. Even de spotlight erop. Tadaa. Daar zit hij. Ja. Die moet je aanzetten. Dit is dus in de volgende versie staat een standaard waarschijnlijk aan. Hopelijk. Ja. Goed. Zo gaan ze mensen. Prachtige feature. Maar waar zit hij? Hij staat vermeld in dezelfde files, maar ja. Klein dingetje. Sorry daarvoor. Niet gezet. Goed, nou, met een beetje uitloop. Ja. Ik denk dat we moeten gaan afronden. Ja. De meeste prangende vragen zijn volgens mij beantwoord. Duidelijk verhaal, wat mij betreft. En iedereen bedankt voor het kijken, zou ik zeggen. Leuk dat jullie er waren. Dat iedereen zo actief was in de chat. En wie weet, tot de volgende.